Goedenavond allemaal, hartelijk welkom. Welkom bij de Bali Live Journalism, welkom bij de avond keihard werken, amper rondkomen. Voordat we zometeen beginnen, nog een paar kleine huishoudelijke mededelingen en een klein beetje achtergrond. Mijn naam is Tim Wagenmakers, ik ben programmamaker bij de Bali en sinds januari vorm ik samen met Manon, Zara en Sofia onderzoeksredactie Live Journalism. En de afgelopen 5 maanden hebben wij onderzoek gedaan naar mensen die wel een baan hebben, ofwel in loondienst of als ZZP'er. Maar die toch ervaren dat ze lastig rondkomen in een stad die steeds duurder wordt. En wij hebben dat kunnen doen, mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. En wat we hebben gedaan de afgelopen maanden is, vanuit het idee dat je onderzoek als journalisten ook aan het begin kunt opengooien, heel veel gesprekken gevoerd, openbare brainstorm sessies gedaan, om op die manier het verhaal van zoveel mogelijk Amsterdammers boven tafel te krijgen. Nou, we hebben met z'n vier uiteindelijk 300 Amsterdammers gesproken en we hebben hun ervaringen, hun verhalen, allemaal gebundeld in deze voorstelling die u gaat zien. Dus als u denkt van, hè, waar is dit op gebaseerd? Het is gebaseerd op de verhalen van Amsterdammers die wij gesproken hebben. En de reden dat we dat in een theatervorm doen, is dat we hopen en denken dat dat juist ook een mooie manier is om het verhaal te vertellen en daar echt bij te zijn. Ik bedoel, u zit hier allemaal. Een krant kan je na 2 seconden wegleggen, maar u zit hier nu echt de komende 1,5 uur met ons in de zaal. Dus u gaat alles meekrijgen en meebeleven. En ik ben eigenlijk wel ontzettend blij dat u er allemaal bent en ontzettend trots dat het gelukt is om u hier allemaal naartoe te krijgen. Want er hebben heel veel Amsterdammers hard gewerkt aan deze voorstelling. Die hebben zich kwetsbaar opgesteld door hun verhalen met ons te delen. En we hopen hun zo goed mogelijk recht te doen vanavond. 2 huishoudelijke mededelingen. Uw telefoon is aan 5 als die op stil staat. De voorstelling duurt ongeveer 1 uurtje, misschien iets langer, 1 uurtje 10 minuten. Daarna is er geen pauze, maar gaan we meteen door naar een nagesprek met wethouder Marjolein Moorman. Onder meer verantwoordelijk voor armoedebeleid en schuldhulpverlening. En het is mijn taak ervoor te zorgen dat u dan rond 9:45, misschien iets eerder, misschien iets later, aan de bar staat met een drankje om na te praten. Tot slot, er loopt iemand af en toe door uw beeld heen. Dat is Sofia, Sofia de Hoog. Zij staat daar, ze zwaait nu even. En Sofia is zo iemand die wij aan het begin van ons onderzoek ontmoeten en die voor ons een aantal portretten heeft gemaakt, waarvan u 2 portretten vanavond ook op de achtergrond zult zien. En zij zal voor ons de avond op een mooie manier in beeld brengen en filmen, zodat we die na afloop, nou ja, de verhalen niet verloren gaan, maar dat we die nog verder kunnen gebruiken. Dan weet u dat. Rest me eigenlijk niet zoveel meer te zeggen dan dat ik u in het nagesprek nog even het woord zou geven om een paar vragen te stellen. En voor nu wens ik u vooral een hele mooie voorstelling. Dank u wel. Merkt u in uw portemonnee dat u meer te besteden hebt? Nou, meer te besteden, alles wordt duurder, dus ik weet niet of ik meer te besteden heb. Iedere keer als ik denk dat ik meer te besteden heb, moet ik meer betalen. Alles is duurder geworden. Je merkt het gewoon als je boodschappen doet, wat wij ook gedaan hebben. Nou, je betaalt gewoon veel meer. Wat denk je zelf? Nee, nee, nee. Hij is een dertiger en woont noodgedwongen bij zijn ouders, omdat hij met een nulurencontract en een netto-inkomen van 1400 per maand amper rond kan komen. Taxichauffeur, 33 jaar. Ze maakt haar eigen kleding, gaat niet uit en is al jarenlang niet op vakantie geweest. Af en toe eet ze droog brood, om te besparen. Dat hoort er nou eenmaal bij, zegt ze. Huishoudelijke hulp, 50 jaar. Hij zit in een scheiding, maar kan de juridische bijstand niet betalen. Elke maand komt hij ongeveer 50 tot 100 euro tekort. Hij vraagt zich af welke rekening hij kan laten liggen en welke hij moet betalen. Soms komt er een deurwaarder aan de deur. Vrienden heeft hij genoeg, maar om 1 euro zal hij nooit vragen. Hotelbeveiliger, 50 jaar. Ze is een alleenstaande moeder. Ze verdient 50, houdt 50 euro per maand over. Kan geen buffer opbouwen. Moet ze een bijbaan nemen. Of haar zoon.
die al een bijbaan heeft en, al op, en nog op school zit. Ondertussen komt de een na de ander aanslag binnen. Buurthuismedewerker, 47 jaar. Portiers. Fotografen. Theatertechnici. Ambtenaren. Redacteuren. Chauffeurs. Museumsuposten. Postbodes. Winkelmedewerkers van de Bijkorf. De Zeeman en de HEMA. Musici. Horecamedewerkers. Baliemedewerkers. Beveiligers. Hoveniers. Filmmakers. Acteurs. Schoonmakers. Mijn zorg is altijd van als er iets uitvalt, stel je voor de wasmachine, de koelkast. Nou ja, nu is mijn vaatwasser, want dat is niet belangrijk. Die kan ik laten staan door de vaat, doe ik met mijn hand. Maar als mijn wasmachine zou uitvallen, dan heb ik gewoon een probleem. Dan heb ik echt een gigantisch probleem. En ik kan dan die wasmachine halen, maar dat wordt weer een lening en dat wordt weer een schuld. En dan wordt weer een zorg erbij elke maand. Dat doe je dan wel, maar dan heb je wel toch weer elke maand zorg erbij en elke maand een uitgave erbij. En ja, dat is wat ik heel moeilijk vind. Ik kan nergens terug opvallen. Plat gedefinieerd zou ik zeggen, armoede gaat om de vraag of je aan het eind van, ik zei het net al, de maand nog een beetje salaris overhoudt. Of aan het eind van de salaris nog een beetje maand. Ja, wij gebruiken nu, dat is wel fijn dat je hier zit, dan kun je meteen een soort examen doen of het goed. Wij zeggen nu, als je niks kan opbouwen. Ja, dat denk ik dat heel goed, dat geeft heel goed aan dat je dus ook geen perspectief kan bouwen naar de toekomst toe. Geen pensioen, geen arbeidsongeschiktheid. Dat geldt voor veel ZZP'ers. Is dat een groot issue? Waardoor je van de hand in de tand, van de dag in de dag leeft. En dat is heel vermoeiend. Dat is wel wat ik gezien heb. Mensen die moeite hebben met rondkomen, zijn over het algemeen veel vermoeidere mensen dan mensen die een buffer hebben. Ja. Dat doet ook iets met de gezondheid van iemand. En dan speelt schaamte ook nog een rol. Er ligt zo'n groot taboe op zeggen dat je niet genoeg geld hebt. Het is echt een drempel om tegen je vrienden te zeggen: jongens, ik kan vanavond niet mee, want ik kan mijn biertje niet betalen. En als je dat elke week zegt, ja, hoeveel vrienden hou je dan over? Ja, nee, ja, nee. Ja, ik ga even over je aanbod nadenken, Mark. Ja. Maar superleuk dat je deze klus aan mij aanbiedt natuurlijk. Ja, superleuke klus. Aha. Ja, heel goed voor mijn cv inderdaad. Ja. Mark. Even ter zake. Hebben wij het al over een dagprijs gehad? Ja. Mm-hmm. Ja. Ja, dat is minder dan ik normaal vraag, ja. Ja, nee, ja, ik snap dat er weinig budget is, ja. Nee, tuurlijk. Maar ik heb natuurlijk ook mijn voorbereidingstijd en zo, hè. Ja, nee, dat snap jij ook. Nee. Ja, weet ik. Nee, snap ik. Ja. Hey, ik ga er even over nadenken. Goed? Oké. Maar superleuk dat je aan me denkt, hè, sowieso. Ja. Oké, hey, ik loop mijn volgende afspraak binnen. Ja. Ja. Hey, fijn dat je belde. Oké. Joe. Groetjes. Hoi. Hey. Oh, lieverd! Ah! Oh, wat fijn om te zien. Ja, maar echt. Oh, wat heerlijk dit. Oh, hallo. Hi. Oh, dit was echt een eeuw of zo. Oh, hè? Echt hoor. Ja, superdom. Hey, wat een lekker plek heb je uitgekozen, ja. Zeg. Ja, lekker plekje toch? Heerlijk ja, plekje toch. Zeg. Ja hoor. Wauw. Ja. Oh. Hey. Hoe is het met je? Ja, lekker. Ja? Druk. Druk, ja, ja, druk. Dat gaat maar door, hè. Dat houdt nooit op. Ja, en jij dan? Ja, ook goed. Druk ook wel. Ja, zo'n gangetje. Mijn strijkbout is kapot. Ah, ja. Nee, ja. Ja. Nou ja, goed. Rook jij nog? Nee, ik ben gestopt. Ik hoopte eigenlijk dat jij wat te bieden had. Nee, ik ben ook gestopt. Ah. Ik vind het ook niet meer lekker ook. Nee. Is ook niet cool meer roken. Nee. En superduur. Superduur. Ja. Ik zat laatst wel even te berekenen dat 4 pakjes per week, voor mij dan, hoeveel je dan bespaart. Ja. Dat is echt shocking gewoon, hoor. Ja. Maar uiteindelijk voel je er weinig van, hè? Ik bedoel, ja, dat geld ga je toch weer aan andere dingen uitgeven. Nee, maar het is wel gewoon beter. Ja, wel echt zin in. Wel beter. Ja? Zo dom. Is er bieten? Nee. Nee. Nee, dat weet ik niet. Nee. Nee, en de zin in een sigaret duurt maar 3 minuten.
Ja, dat zegt mijn dokter en dat vind ik dan een fijne gedachte. He? Gaat over, voorbij, het is zo weer weg. Okay. Ja, ja, je hebt gelijk. Ja, maar ik heb ook gelijk. Ik wil gewoon, het is gewoon verleidelijk. Ja. Dames, kan ik iets voor jullie inschenken? Biertje doen? Ja. Iets Belgisch? Ja, mag het al. Van mij mag het. Oké. Sjoefjes, Belgisch. Twee sjoefjes? Ja, is goed. Twee sjoefjes? Twee keer la sjoef, iets knabbelen erbij? Iets delen. Iets delen, ik heb niet echt Nachos met guacamole. Ja, bovenaan de kaart. Goed, nachos. Ja. Twee keer la sjoef en een nachos voor sharing. Komt eraan. Hij is wel knapperd. Hij? Ja, hij. Oh, eeuw! Nee. Wat? Jawel hoor, ik zou hem wel echt doen. Wat? Nee, dus... Hoezo? Gedraag je? Jij hebt geen smaak, joh. Echt wel? Echt niet. Echt wel? Echt niet. Wel. Laatst dan. Wat laatst? Pardon. Wat laatst? Met die boot. Oh, nou. Oh, dat was ik al helemaal... Nee, maar je mag mijn strijkboot altijd lenen, hoor, als je wil. Ja, vind je het wel? Kan het wel zo? Het kan wel, maar het is wel een beetje pittig. Twee lasjoefjes. Lekker zeg. En de nachos komen er nog aan. Super, dankjewel. Super, dankjewel. Nou, daar zitten we dan, schat. Daar zitten we dan. In de zon, heerlijk, met een bier. Wat wil je nog meer? Proost. Wel heerlijk dit. Heerlijk zeg. Ja. Hé, maar vertel even. Ben je al verhuisd? Oh ja. Ja, vorige week. Dus ik zit nu in een of andere krot aan de Overtoom. Oh. Wel goede locatie. En het is wel weer onderhuur. Via vrienden van vrienden. Die zijn een jaar naar Bali. Dus het is waarschijnlijk een jaar living the life. Ja, weet je wel? Ja, living the life. Ja. Ja, lastig hè? Maar wel lekker goedkoop. Ja. Ik bedoel, ik zit nog steeds op dat kamertje in Slotervaart voor 700 euro. Oh. Met die krijzende huisgenoot? Ja, hou op hoor. Serieus, als zij seks heeft, echt waar, alle remmen los. Ja, er helemaal lijp van. Ja, maar echt hoor. Is het erg? Het is erg. Ja. Hé, maar vertel ook even. Heb je een beetje lekkere klussen? Loopt het een beetje? Het gaat even wat minder. Ja, ik had laatst wel dat leuke klusje van de VPRO, weet je wel. Portretje maken van een kunstenaar. Dus dat was wel even tof. Ja. Maar, ja. Ik heb vorige week weer een uitkering aangevraagd. Ja, het gaat gewoon even niet vanzelf op het moment. Jezus. Hey, lieverd. Hey, maar dat is niks om je voor te schamen, toch? Nee, nee. Nee, oké. Okay. Nee. Nou ja. Het geeft ook nee. Ik, nou ja, ik was dus bij de Appie een paar weken geleden. En toen met volle boodschappentas. Geen saldo. Toen heb ik 2 dagen rijst met aubergine gegeten. Ja, dan heb je dus gewoon geen geld. Hoe kut is dat? Jezus, merde. Ja. Nee, ik ga deze periode in de WW gewoon echt even gebruiken om er weer te voelen wat ik echt wil, zeg maar. Kijk, de concurrentie is gewoon moordend op het moment. En opdrachtgevers die geven alle opdrachten aan van die net afgestudeerde miepjes, omdat ze alle kosten laag willen houden. En die zeggen overal ja op. Ja, dat is echt zo jammer. Ja. Ja, goed. Het gaat er gewoon om dat ik even doe... dat ik nu doe wat ik voel dat ik moet doen. Of zo, hè? Heel belangrijk. Dat weet jij ook. Ja, neem je tijd. Neem je tijd. Ik bedoel, ik snap echt heel goed dat jij die stress om dat geld gewoon af en toe echt zat bent. Ja. Ja. Ik slaap er ook gewoon echt slecht van. Heel herkenbaar. Maar ja, en jij? Heb jij een beetje leuke klussen? Ja, ja hoor. Okay. Ja, ik bedoel net nog een nieuwe opdrachtgever aan de telefoon. Ja, ik bedoel, deze periode is altijd wel wat minder, hè? Wat rustiger. Maar ik blijf wel bezig. Ja. Laatst ook nog een vriend van me geholpen met de branding voor zijn start-up. Okay. Ja, niet tegen volledige dagprijs natuurlijk, nee. Maar ja, dat soort dingen vind ik wel ook echt leuk om te doen. Ja. Snap je? En belangrijk, andere klinkt mensen goed. Helpen. Klinkt heel goed. Ja, ja. Het is gewoon, ja, eigen baas zijn is wel echt heel fijn.
Ja, ja, ja. Ik zou echt geen dag langer voor die uitzuiger hebben willen werken. Oh nee, wat een kwal. Ja, dat echt. Was zo'n kwal, inderdaad. Ja, ik twijfel wel ook wel eens hoor. Maar ik bedoel, financiële zekerheid of gewoon doen. Nee, maar blij van dat worden. Is echt heel belangrijk. Ja, ik hè? Werk nu met mijn hele hart. Ja. Ja, maar ik ben echt trots op jou. Ik voel me soms wel een beetje alsof ik faal. Ken je dat? Nee, lieverd. Nee. Nee, dat moet je nooit van jezelf denken. Nee, ik bedoel, ik snap jou wel, hè. Ik snap jou, maar nee. En niet doen, hoor. Echt niet doen. En de nachos... For sharing. For sharing. Hey. Goed, ik ga wel meteen even vragen of jullie kunnen afrekenen. Want ja. Hier met al die dronken toeristen, dat gaat niet echt. Nee, dat gaat niet. We kijken dus twee keer Shoef nachos. Dat is €22,90, alsjeblieft. Pinnen of contant? Pinnen graag. Pinnen graag. Ja. Nee, ik pin deze wel. Nee, joh, deze nee. Van mij. Nee, ik pin deze wel. Ik heb toch binnenkort uitkering. Dus. Ben je gek? Ik heb toch bijna een nieuwe opdrachtgever binnengesleept. Deze is voor mij, kom op. Ik pin wel. Nee, maar oké, goed. Stuur dan wel even een tikkie? Nee, joh. Jawel, even voor de helft. Tikkie voor de helft. Oké, okay, prima. Tikkie okay. Voor de helft. Ja, dat is goed. Maar dan neem jij lekker die bon. Dan kun je dit opvoeren nee, als een zaak. Jij neemt de bon. Jij pint, dus jij neemt de bon. Ja, maar jij stuurt mij toch een tikje, dus neem jij lekker die bon. Het gaat toch van jouw rekening af? Ja, dat is de belasting. We moeten elkaar toch steunen, ondernemers in nood. Ja, moeten elkaar... Dus neem jij dus nee. Lekker die bon? Nee, jij neemt de bon. Ik ga toch in de WW? Wat moet ik met die bon? Sorry, ja, vergeten. Ik kan jullie trouwens ook gewoon apart laten betalen, hè? Dan hebben jullie allebei een bonnetje? Dat is het €11,45 per persoon. Oh ja, ja laten we dat anders doen. Dat is goed, hè? Ja, ik zat trouwens twee maanden geleden ook nog, werkte ik als freelance fotograaf. Nou, daar bleek daar ook helemaal geen droog brood in te verdienen. Had mijn pa dus toch gelijk. Mijn naam is Johanna de Schipper. Ik ben nu 36 en ik ben eigenlijk beeldend kunstenaar. Daarnaast werk ik 2 dagen in de kroeg, soms 2,5 per week. Dan werk ik nog voor het Amsterdamse Fonds voor de Kunst, ben ik adviseur. Ja, af en toe en nog hier en daar een opdracht. Dus het is een beetje bij elkaar sprokkelen allemaal. Ik heb niet zo gauw gevoelens van schaamte over mijn financiële situatie, maar... ik voel wel altijd enorme druk om alles goed te doen en de rekeningen te betalen. Er komt gewoon wel eens in situaties waarin dan heel veel dingen tegelijk komen of onverwachte kosten. En dat vind ik soms wel moeilijk. Ik heb vanuit huis al meegekregen van je moet werken voor je geld. En ja, dat vak wat wij dan doen, dat is natuurlijk een vak waarin je nog moeilijk je geld kan verdienen. En sommige mensen kijken er toch weer anders tegenaan. Dus mocht je er niet van kunnen leven, dan ben je niet succesvol. Ja, en als je dieper in die haarvaten van de kunst zit, dan weet je gewoon dat eigenlijk een beetje onzin is. Want ja, meeste kunstenaars werken heel hard en maken hele mooie dingen, maar ja, het geld is altijd heel erg lastig. Maar om hoeveel ZZP'ers gaat het eigenlijk in Amsterdam? Hoeveel mensen werken er keihard en komen amper rond? Amsterdam telt bijna 68.000 ZZP'ers. Dat is 15% van alle werkenden. Daarvan ligt 9% in armoede. Van alle werkenden is het armoederisico onder zelfstandigen het gestegen en het hoogst. Het kunnen kunstenaars zijn, maar ook loodgieters, kappers of journalisten. En de reacties op social media liegen er ook niet om. Kijkt u eens even mee naar dit bericht. Een hobbyopleiding, een hbo-opleiding betaald door de belastingbetaler. Of die tweede. Dat zijn ook maar ZZP-hobbybaantjes, hup, aan de arbeid. Of deze. Tja, je kunt beter een uitkering hebben. Krijg je tenminste nog toeslagen. Ja, als je praat over ZZP'ers in armoede, dan als je aan 10 verschillende mensen iets vraagt, krijg je 10 verschillende antwoorden. De een zegt, het is een hobbybaan. De ander zegt, je had ook wat anders kunnen gaan doen. En er zijn ook mensen die zeggen, wat is het eigenlijk raar dat we in de samenleving kunstenaars die wel een opleiding hebben gedaan, niet genoeg belonen voor hun werk. Dat ze er ook echt van kunnen rondkomen. Dit gaat eigenlijk ook over mij. Is dat die aan? Horen jullie mij? Deze. Horen jullie mij nu? Ja. Ja. Dit gaat eigenlijk ook over mij. Ik ben Sophia, ik ben filmmaker.
En ik ben nu een paar jaar afgestudeerd. En eigenlijk heb ik sinds dat ik klaar ben altijd bijbaantjes gehad. Nu ben ik bijvoorbeeld timmerman, 3 dagen per week. En eigenlijk komt al mijn geld, al mijn inkomen komt eigenlijk altijd door de dingen. Niet door film in ieder geval. En dat is best lastig. En ik wil niet zeuren, want ik ben trots op wat ik doe. En ik vind het vet wat ik doe. En ik heb hiervoor gekozen. Alleen als mensen zeggen, stop met je hobbybaan, daar kan ik dan wel verdrietig van worden. En als ik dan zo'n mooi verhaal van Khadija zie, dan wil ik dat vertellen. En dat vind ik tof. En ik vind het belangrijk dat dat gemaakt wordt. En het zou toch vet zijn als daar meer aandacht voor kwam. Of als er meer subsidie of meer geld was om dat soort dingen te maken. Dat hoop ik heel erg. Kleine blackout. Ja, ik schrok heel erg van dat bericht van neem gewoon een echte baan. Toen dacht ik, huh, hoe bedoel je? Neem gewoon een echte baan. Wat is dan een echte baan? Is dan een echte baan iets waarbij je heel veel geld verdient? Weet je, er zijn zoveel mensen die vastzitten in een baan en genoeg verdienen, maar het helemaal niet leuk vinden wat ze doen. En mij gaat het omdat ik het tof vind wat ik doe. Maar hand omhoog, wie van jullie vindt dat ik een echte baan moet zoeken? Ja, nee, wees maar eerlijk. Wie vindt dat ik een echte baan moet zoeken? Dat ik op moet houden met mijn hobbybaan? Gewoon, hup, aan de bak. Dat is fijn. Dankjewel. Oké, dankjewel. Goed. Ik ga zo een lieve vrouw spelen. Ja, ze is lief. En stel je het volgende even voor. Ik ben niet meer helemaal goed ter been. En ik heb op mijn rechteroorlel, ik heb op mijn linkeroorlel een tatoeage van een ster. Ik werk bij het callcenter van de gemeente Amsterdam. En ik verdien 11 euro per uur. En ik ben 64 jaar. Ja? Lieve vrouw, de been, tattoo. Oké. Nou, ik heb altijd in de kraamzorg gewerkt. Ja, echt fantastisch werk, echt zo dankbaar. Tot ik dat fietsongeluk kreeg, hè? En toen nog een ongeluk. Beide keren niet mijn schuld. Dat vind ik wel belangrijk dat u dat weet. Ik ben gewoon een pechvogel. Nou ja, toen was ik dus in totaal 2 jaar uit de roulatie. Kwam in de WW terecht en dan krijg je zo'n arbeidscoach. Hele aardige jongen hoor. Nou, en die hield mij toen aan een baantje op het callcenter van het oogziekenhuis. Maar na 2 keer een verlenging van in totaal 1,5 jaar, werd uiteindelijk mijn contract toch niet omgezet in een vast contract. Ik wilde niet meer leren, dat is het denk ik geweest. Nou, dus ik weer in de WW. Maar via het uitzendbureau hadden ze na 1 week al een baan voor me gevonden bij de gemeente. Nou, fantastisch. Ja, echt. Daar was ik wel echt wel blij mee hoor. Ja. Thuis werd ik gillend gek. Ik bedoel, kan je het je voorstellen? Nou goed, dus ik kon aan de slag bij het callcenter van de gemeente Amsterdam. Ja, en, dus eigenlijk wel grappig hè. Er bellen dus ook allemaal mensen met financiële problemen. Ja, die bellen dan naar mij. Ja, en ik moet ze dan verder doorverwijzen. Nou ja, goed. Dus ik aan de slag, hè, bij dat callcenter. En toen zag ik mijn salaris. Nou, toen dacht ik wel, dat is wel weinig. In de kraamzorg verdien ik 15,38 euro per uur, hè. En nu nog iets meer dan 11 euro. Nou, daar kan je geen ramen mee inslaan. Ik krijg tot januari 2020 gelukkig aanvullende WW. Ja, anders moest ik gewoon naar de voedselbank. Kijk, wij kunnen de rekeningen net betalen, maar het is geen vetpot. Nee, mijn man is 82
en heeft een AOW'tje van, wat is het, €589 per maand. Nou, dan hebben ze hem daar ook nog op gekort, hè, vanwege mijn salaris. En ik verdien dan weer te veel om in aanmerking te komen voor toeslagen en regelingen. Huur, zorgtoeslag, dat krijgen we niet. Stadspas, ook geen recht op. En een uitstapje, dat is duur, hè. Dus nou ja, dat doen we dus eigenlijk nooit meer. Dus nou ja, ik betaal rekeningen van mijn vakantiegeld. Ja, ik ben ook gewoon een pechvogel hoor. Ik heb vaak lappenmand, hè. Ik zit zo met dat been, fysiotherapie. Mijn man is wel net weer schoonverklaard van blaaskanker. Moet nog wel op controle hoor, dus dat kost ons eigen risico. Maar goed, dat kunnen we gelukkig in termijnen betalen. Ja, maar ja, heb je het wel over €200 per maand, hè, die zorgkosten. Ik heb wel mijn abonnement op de Margriet opgezegd hoor. Ja. Ja, dat zet ook geen zoden aan de dijk. Ja, een dagje in de week geen vlees eten, helpt ook wel. Dan kunnen we mijn dochter nog eens opzoeken. Die woont in Veenendaal. En dat kost ook een hoop geld, hè, de trein. Nou, goed, dus ik werk hard. Ja, ook wel leuk hoor. Ik kan echt wel lachen met de mensen met wie ik aan de telefoon hang. Of met mijn collega's, echt wel een warm bad wel. Maar met mijn leeftijd. Stel dat ze mijn contract niet verlengen. Dan heb ik een maand om nieuw werk te vinden. Kan je je dat voorstellen? Nou, ik niet hoor. Nou, ik moet er niet aan denken eigenlijk. Oh ja, ook nog wel grappig om te vertellen ook. Mijn belastingaangifte. Ja, die durf ik niet op te sturen, hè. Ik moest vorig jaar ineens €900 te veel aan loonheffingskorting betalen. Terwijl ik moest ook al €1500 terugbetalen aan mijn bijdrage voor mijn reïntegratie. Hadden ze er me even niet bij verteld. Het kon gelukkig in termijnen, hè? Gelukkig maar. Wat ik nog wel even belangrijk vind om te vertellen ook, is dat de vrouw die ik net speelde absoluut niet zielig gevonden wil worden. Om hulp vragen doet ze liever niet, want ze wil een sterke vrouw blijven. Ik speelde net een lieve vrouw, maar ook een veerkrachtige, sterke en trotse vrouw. Ze werkt bij de gemeente, komt amper rond en spreekt zelf dagelijks mensen die in financiële problemen zitten. Maar wat voor werkgever is de gemeente zelf eigenlijk? Maar we hebben de afgelopen maanden wel discussie over goed werkgeverschap binnen de gemeente. Vooral ook in de sectoren, waar, in de afdeling waar er heel veel flex is. Denk aan de stadsloketten, denk aan de callcenters. Daar is heel veel om te doen geweest. Ook volgende week hebben we weer iets geagendeerd. Omdat wij vinden dat inderdaad, als de overheid zegt werkgevers moeten van fatsoenlijk aan de slag, dan is natuurlijk het belangrijkste dat de overheid het goede voorbeeld geeft. We moeten realiseren dat Amsterdam flexkampioen is als het gaat om de flexibele schil. Dan zijn we ten opzichte van andere gemeenten, hebben wij de meeste flexwerkers in dienst. Dat op zich is flex niet een vies woord. Maar het gaat vaak om de afdelingen waar niet de meeste euro's vallen. En dan merk je dat er heel veel onzeker werk is. Ik denk dat de gemeente daar ook als fatsoenlijke werkgever ook gewoon structureel werk moet kunnen aanbieden. En dat kunnen we ook gewoon. Het is ook gewoon een keus. Ik had ook graag gehoopt dat de gemeente Amsterdam als werkgever hier ook zat. Want de afgelopen maanden hebben we toch gezien op een aantal plekken dat het voorlopig nog schuurt. De gemeente heeft natuurlijk een hele belangrijke rol als inkoper. Als je kijkt de indirecte werkgelegenheid die de gemeente veroorzaakt in Amsterdam, dat is een veelvoud van de eigen werknemers. Oké, de gemeente Amsterdam is de grootste werkgever van de stad. Maar er zijn veel meer grote Amsterdamse werkgevers met laagbetaalde banen. Ja, wat dacht je van de Zeeman? Daar spraken we met winkelmedewerker Manon, die daar 30 uur per week staat voor €1250 netto per maand. Of die pizzeria, waar Marianne als oproepkracht in de bediening werkt, voor €11 per uur, bruto. Of de Bijenkorf, dat luxe warenhuis waar we een jonge verkoopster spraken die 24 uur per week werkt.
voor 1100 bruto per maand. Het zijn gewoon minimuminkomens. Werkgevers zijn essentieel, niet alleen voor de lonen, maar ook om andere redenen. Je gaat dit probleem alleen maar kleiner maken, of misschien zelfs oplossen, als je dit met... de werkgevers doet. Want de werkgevers zijn de enigen die zicht hebben of kunnen gaan hebben over wie werkt en is arm tegelijk. Gemeente gaat het niet kunnen vinden, want die hebben simpelweg de doelgroep niet in beeld en gaat het waarschijnlijk ook niet krijgen. Oké, dan nodigen we grote Amsterdamse werkgevers uit voor een bijeenkomst over goed werkgeverschap. Beste werkgever, de Bali Life Journalism organiseert een bijeenkomst over goed werkgeverschap in Amsterdam. Graag nodigen we iemand van uw bedrijf uit om deel te nemen aan een gesprek hierover. Een aantal reacties die we ontvingen. Voor ons is het ondoenlijk om altijd aan dit soort verzoeken gehoor te geven. Dat betekent dat wij telkens gedwongen worden om een keuze te maken. Andere reactie. We hebben andere kanalen om ons als werkgever te profileren. Nog eentje. De directeur voelt zich niet zo thuis in het onderwerp goed werkgeverschap om deel te nemen aan het debat. En nog één. Wij zijn zeker drukdoende met goed werkgeverschap. Het is work in progress. Ik heb dan ook een negatief advies van PNO gekregen om bij dit debat aanwezig te zijn. Wie hadden wel het lef om te komen? Nou ja, wat ik wel mooi vond, ik dacht dat ik hierheen kwam dat we het heel goed deden. Maar nu ik jouw cijfers ook zie, denk ik, we hebben wel veel informatie, maar of we echt preventief iets ermee doen, dat vraag ik me eigenlijk ook af. We moeten gewoon een ambitie hebben, jongens. Ook met stad Amsterdam. Laten we gaan kijken hoe wij het samen kunnen doen. Want die mensen gaan echt, en wij doen echt heel veel, hè? En niet om mijn bedrijf hier te promoten, hè? Maar wij zoeken zelf woning. Soms bellen de mensen midden in de nacht en zeggen, Rachma, wij zijn uit huis gezet. Vaak hebben mensen ook onderhuur, een kamertje gehuurd, ergens voor €500. Dan moeten wij in de auto stappen, kijken waar we die mensen kunnen gaan brengen. Het is echt gewoon een groot probleem. Oké, laat het aan de politiek vragen. Wat kan de gemeente Amsterdam doen? Hebben ze zicht op de groep? Ze hebben in ieder geval genoeg regelingen voor mensen met lage inkomens. Allergrootste situatie waar gemeenten mee zitten, en dit was in de gemeente Den Haag precies hetzelfde. De gemeentes, ja, die hebben vooral de bijstandsgerechtigden in beeld. Want ja, dat is de bijstandwet, die krijgen al die mensen meteen door. Daar verdienen ze hun, dat is ook het budget van de gemeente. En we zien helemaal niet wie er werkt en arm is. Er wordt nergens geregistreerd. We hebben gesprekken gehad vanuit de Sociaal-Economische Raad met Amsterdam, met Deventer. Ze zeggen allemaal, dit is ons grootste probleem. We willen wel doen, maar we weten niet over wie we het hebben. We kunnen ze niet vinden. En als de overheid je wel vindt? Goed. Stel, je werkt keihard, maar je komt amper rond. Een taxichauffeur die voor 1400 netto in de maand rond moet komen. Een grafisch vormgever die genoodzaakt is ondernemer te zijn geworden. Die nu maar nauwelijks de eindjes bij elkaar kan knopen in een sector die niet goed verdient. Met moordende concurrentie. Een oproepkracht. Een verkoper bij de Bijenkorf. Een actrice of een acteur. Ja, die voor de helft van de tijd voor niks komt opdraven om maar aan het werk te blijven. Voor een boekenbon. Ja, of een flesje wijn. Of een VVV-bon. Ja. Voor een afhaalmaaltijd en één consumptiebonnetje. Ja, heb jij eigenlijk ook voorbereidingstijd uitbetaald gekregen? Voor wat? Voor dit? Ik bedoel tekst leren en zo inlezen. Lars, jij? Huh? Wat? Heb jij voorbereidingstijd uitbetaald gekregen? Nee. Ja, jij wel? Wacht even. Hoeveel krijg jij dan voor dit? Dat dan een extra monoloog? Nee, maar ik ben ook al langer afgestudeerd dan jij. Ja, maar hoeveel krijg jij dan voor dit? Wat weet ik veel. Gewoon wat jij krijgt.
vast. Je weet niet eens wat ik krijg. Nou ja, dat krijg ik dan ook. Om... Oké, en door. Nee, maar even serieus. Mensen, stel je eens even voor dat wij onze tekst niet zouden hebben geleerd nu. En dan stonden we hier nu met een blaadje in ons ja, hand. Ja, veel minder leuk. Ja, dan zouden we waarschijnlijk super slecht spelen. Super slecht. Zouden we nooit meer worden teruggevraagd. Nooit. Nou ja, u snapt ons dilemma. U snapt het. Oké, maar dit gaat dus even niet over ons. Nee. Oh ja, oké. Okay. Dat klopt. Ja, precies. Dus, goed. Stel, je werkt keihard, maar je komt amper rond. En je hebt de schaamte en je trots en de stress heb je opzij gezet. En je hebt de stap gezet. De stap om hulp te vragen. Laten we zeggen, een ondernemer die de stap heeft gezet om een bijstandsuitkering aan te vragen bij de gemeente. Ja, BBZ. Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Oké, ik speel even die ondernemer en dan zijn jullie de gemeente. Oké, heel goed. Hallo. Hallo, u spreekt met een mevrouw van de gemeente. Hallo, u spreekt met een ondernemer die moeilijk rondkomt. Ik bel u omdat ik nogal moeilijk rondkom met mijn werk en ik ben eigenlijk benieuwd of ik in aanmerking kom voor hulp. Bent u ZZP'er, meneer? Ja, klopt, ik ben ZZP'er. En bent u al eerder bij de gemeente geweest, meneer? Ja, zeker, ja. Dan zou ik u graag willen doorverwijzen naar een welzijnsorganisatie, meneer. Oh, nee. Ik ben wel eens bij de gemeente geweest, maar niet voor dit, zeg maar. Niet voor BBZ. Goed. En wat zou u graag willen? Advies? Een coach? Nou ja, advies is altijd wel welkom. Dan kunt u bellen naar ons gratis nummer voor de afdeling werk en inkomen, meneer. Oké. Heb ik u zo voldoende geholpen, meneer? Nee, nou ja, ik denk dat ik misschien wel toe ben aan wat structurelere hulp, zeg maar. Schuldhulp? Nee, gelukkig niet. Dat niet, nee. Een aanvulling op uw inkomen, een lening? Ja, dat zou mij wel heel erg helpen. Voldoet u aan de BBZ-voorwaarden, meneer? Aha! De BBZ-voorwaarden. U bent aangewezen op de inkomsten uit uw bedrijf. U bent 18 jaar of ouder, maar nog niet pensioengerechtigd. U bent Nederlander, een burger van een land uit de Europese Unie. Of hebt een geldige verblijfsvergunning. U moet in Amsterdam wonen en ingeschreven staan. Uw bedrijf moet in Nederland gevestigd zijn. U werkt per jaar 1225 uur of meer voor uw eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Dat is gemiddeld 23,5 uur per week. U hebt alle diplomas en vergunningen die voor uw zelfstandig bedrijf of zelfstandig beroep nodig zijn. Denk daarbij aan een milieuverklaring of een horecavergunning. U moet al minstens anderhalf jaar werken als ondernemer of ZZP'er. Uw bedrijf moet levensvatbaar zijn. Dat wil zeggen, na de financiële periode verdient u naar verwachting voldoende om van te leven en om in zakelijke verplichtingen en privéverplichtingen te voldoen. U heeft geen andere mogelijkheden om aan geld te komen en u hebt onvoldoende spaargeld. Inkomen en spaargeld van de partner tel ook mee. Meneer, voldoet u aan de BBZ-voorwaarden? Ja, ik denk het wel. Oké, goed. Heeft u dan de checklist ingevuld op onze website? De checklist. Welke checklist? De checklist. Om te kijken of u voldoet aan de voorwaarden. Voor bijstand voor zelfstandig ondernemers. U moet wel de checklist invullen mocht u een aanmerking willen komen voor een eventueel gesprek. Ja, de checklist, BBZ. Daar gaan we. Ja. Welke situatie is op u van toepassing? Ik ben een ondernemer die tijdelijk financiële hulp nodig heeft. Goed, volgende vraag. Het volgende is op mij van toepassing. Ik werk minimaal 1225 uur per jaar als ondernemer / ZZP'er of ga dat doen. Dat is gemiddeld 23,5 uur per week, ja of nee? Ja. Ik heb alle diplomas die voor mijn bedrijf of zelfstandig beroep nodig zijn. Denk daarbij aan een horecavergunning of een milieuvergunning. Ja of nee? Ja. Ik woon in Amsterdam en sta daar ingeschreven. Ja of nee? Ja. Dit gaat goed. Volgende. Mijn bedrijf is of wordt gevestigd in Nederland. Ja. Ik heb geen andere mogelijkheden om aan geld te komen met onvoldoende spaargeld. Dit geldt ook voor mijn partner. Ja. Ik heb de volledige zeggenschap over mijn bedrijf of samen met mijn mede-eigenaren en draag daarbij alle financiële risico's. Ja of nee? Ja. Ik ben aangewezen op de inkomsten uit mijn bedrijf.
Ja. Ik ben 18 jaar of ouder, maar nog niet pensioengerechtigd. Ja. Ja, ik werk al minstens 1,5 jaar als ondernemer, /ZZP'er. Mm-hmm, ja. Mijn bedrijf is levensvatbaar. Na de periode van financiële ondersteuning verdien ik naar verwachte voldoende om van te leven en om mijn zakelijke en privéverplichting na te komen. Ja of nee? Ik hoop het wel. Dat is wel mijn bedoeling. Ik denk het wel. Ja. Ja of nee? Ja? Persoonlijke situatie. U komt misschien in aanmerking voor financiële ondersteuning door de gemeente Amsterdam. Okay. Hieronder volgt een aantal vragen over uw persoonlijke en financiële situatie. Deze informatie hebben wij nodig om uw mogelijkheden te beoordelen en de vorm van financiële ondersteuning te bepalen. Oké. Okay. Hebt u naast de inkomen uit uw eigen bedrijf ook nog inkomsten uit andere bronnen? Nee. Of nou ja, soms heb ik wel een soort van... Hebt u een partner? Ja. Nou ja, we hebben 4 maanden nu. Iets is nog oei. Maar, oei. Netto inkomen per maand van uw partner? 1400 of zoiets. Oké, wat is uw woonsituatie? Ik huur een woning in de vrije sector, maar ik sta wel op de wachtlijst voor sociale huur. Heeft u een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Nee, dat kan ik niet betalen. Hebt u schulden? Schulden van uw partner tellen ook mee. Ik heb een studieschuld. Hebt u bezittingen? Want de bezittingen van uw partner tellen ook mee. Nee, geen bezittingen. Okay. Geef dan een korte beschrijving van de bedrijfsactiviteiten. Oh ja, ik ben illustrator voor kinderboeken. Ook voor andere publicaties. Ik heb vaak geef in het kort aan... Iets in waarom u financiële ondersteuning nodig hebt. Ik kom niet rond. Ja, u komt in aanmerking voor een gesprek bij de gemeente. Neem mee uw jaarafrekening en aangifte inkomstenbelasting van de laatste 3 boekjaren. Uw doorstartplan indien aanwezig, een overzicht van uw schulden en een overzicht van uw omzetcijfers. Goed, dit was het voortraject van de BBZ. Ja, de volgende stap is dat er iemand van een extern bureau bij u thuis komt voor de zogenaamde levensvatbaarheidstoets. Ja, en dit externe bureau schrijft dan een advies aan de gemeente. Ja, en vervolgens moet u wachten op de beoordeling. Ja, we hebben verhalen gehoord van mensen die wel 10 maanden aan het wachten zijn. Is uw bedrijf niet levensvatbaar en krijgt u geen BBZ? U kunt een aantal keer in beroep gaan. Oh, yes. De ondernemer die ik net speelde hier, die krijgt na 6 maanden te horen dat zijn bedrijf niet levensvatbaar is. Het advies... omscholen en iets anders gaan doen. Andere mensen krijgen bijvoorbeeld als advies om hun huis te gaan verkopen. Heldhaftig, vastberaden en barmhartig. Huh? Dat zegt het wapen van Amsterdam. Heldhaftig, vastberaden en barmhartig. Zo'n ondernemer die om BBZ vraagt, is heldhaftig, vind ik. Of iemand die geen ondernemer is, maar aanspraak maakt op een regeling, dat is dapper. Daar is moed en vastberadenheid voor nodig. Maar waar is de barmhartigheid? Is het barmhartig van de gemeente? Is de gemeente barmhartig als ze dwingt mensen die... studiegeld voor de kinderen hebben gespaard, om dat spaargeld op te geven? Is de gemeente barmhartig als ze iemand dwingt om zijn of haar huis te verkopen, omdat je geen bezittingen mag hebben om in aanmerking te komen voor bijstand? Is de gemeente barmhartig als ze mensen die om hulp vragen, verplicht zich aan allerlei deadlines te houden, maar zichzelf geen enkele deadline stelt? Soms niet eens terugbelt? Mensen soms maanden in spanning laat wachten op nieuws? Mensen die heel lang hebben gewacht met om hulp vragen. Mensen die strak staan van de geldstress en van schaamte. Ja, is dat een barmhartige gemeente? Ja, een gemeente die de loketten en telefoons bemant met mensen die zelf vaak helemaal niet weten wat ZZP'er zijn precies inhoudt. Je lijkt het nu wel echt klinken alsof er alleen maar klojo's werken bij de gemeente. Nee, dat is natuurlijk niet zo. Nee.
Nee, dat willen we niet zeggen. Nee, dat willen we niet zeggen. Nee, we laten gewoon zien hoe het in dit geval ging. Ja. Het is een casus. Een casus. Een casus. Oordeelt u zelf. En wees u vooral barmhartig. Ha, een casus. Daar heb ik ook nog wel een paar van. Dit bericht heeft u vast meegekregen. Een aantal weken geleden in de Volkskrant openen we ermee. 15.000 mensen hebben zich de afgelopen jaren uit de bijstand gewerkt in een baan. Werken werd voor hen lonender omdat het kabinet een streep had gezet door een aantal oudersubsidies. Goed nieuws, toch? Zeker voor deze groep. Maar er is meer te vertellen. Zo spraken wij afgelopen maanden met Marcel, hotelbeveiliger. Hij zat op dat moment in een scheiding, zat in een ander huis, had een advocaat nodig, maar kon dat niet betalen. Maar juridische bijstand, daar had hij geen recht op, want daarvoor verdiende hij te veel. Wat deed Marcel? Hij leverde zijn vast contract in voor een tijdelijk contract, minder uren, minder uurloon, in hoop om in aanmerking te komen voor de regelingen. Dachten wij, en dat denkt u vast ook. Wie levert er in deze tijd nu een vast contract in om in aanmerking te komen voor regelingen? We zochten het uit. Samen met Tjerk. Dit is Tjerk. Hij is onderzoeker, Amsterdammer, 41 jaar en zit ergens daar in de zaal. Hij maakte de afgelopen paar maanden een aantal berekeningen voor ons. Daar dreigde hij in te verzuipen, maar hij kwam weer bovendrijven met hele interessante conclusies. Die ga ik voor u even samenvatten. Je moet even heel goed luisteren, want het is heel technisch. Het duurt maar een paar minuten. Een paar minuten. Neem deze drie huishoudens. Alleenstaand met twee kinderen. Of een gezin met één kostwinner en twee kinderen. Ze verdienen de kost bijvoorbeeld als schoonmaker, als winkelmedewerker, in de beveiliging, noem maar wat. Voor deze drie huishoudens berekenen we ieder wat er in hun portemonnee gebeurt als zij op een schaal van, luister goed, tussen bijstand en modaal meer gaan verdienen. Voor uw begrip, dat is tussen de 1300 bruto en 3000 bruto per maand. Wat gebeurt er als zij vervolgens de noodzakelijkste uitgaven doen? Voor wonen, leven, een beetje sociaal doen. Het Nibud heeft dat allemaal vastgelegd in allerlei budgetplaatjes. En wat gebeurt er vervolgens met hun recht op toeslagen? We hebben alle gemeentelijke en landelijke regelingen bij elkaar gezet en doorgerekend. Wat gebeurt er? Conclusie. Natuurlijk heeft ieder zijn eigen verhaal, zijn eigen situatie, zijn eigen huishoudboekje. Maar op basis van de feiten. Het klopt inderdaad dat werken lonender is dan bijstand. Maar naarmate men meer gaat verdienen, houdt men op een gegeven moment minder over in de portemonnee. Simpelweg omdat er een aantal regelingen wegvallen. U bent er nog, hoop ik. Ik ben bijna klaar. Neem deze meneer met twee kinderen. Stel dat hij zich uit de bijstand heeft gewerkt. Inderdaad nu een minimuminkomen verdient. 1300 bruto per maand. Supergoed. Maar stel dat hij promotie maakt. Hij vindt een baan, gaat meer uren werken en hij gaat fors meer verdienen. Bijvoorbeeld 2000 bruto of 2600 bruto per maand. Uiteindelijk blijft er minder in zijn portemonnee over. Bij 2600 uur blijft er minder in zijn portemonnee over dan dat hij 2000 zou verdienen of zelfs minimuminkomen. U ziet die grafiek. We hebben de afgelopen dagen aardig collegiaal met elkaar zitten steggelen over hoe we dit het beste konden presenteren. Dit is het resultaat. Ik ga het heel snel toelichten. U ziet twee lijnen. Blauw is het bruto inkomen wat stijgt. De gele lijn is dat wat er na aftrek van alles uiteindelijk overblijft in de portemonnee. Je zou denken dat beide lijnen min of meer gelijk op zouden gaan. Maar wat ontdekten we? Een knik. Dus naarmate men meer verdient, op een gegeven moment blijft het minder over. Waar ben ik? Ik herhaal. Je kunt er even nadenken. Ik herhaal. Dus deze meneer die verdient twee keer en houdt minder over. Vette prikkel om minder te gaan werken en meer bij zijn kinderen te zijn. Dat kan niemand hem kwalijk nemen. De alleenstaande. Meer dan de helft van de huishoudens in Amsterdam is alleenstaand. Voor uw informatie. Stel dat deze persoon ook van een minimuminkomen bijvoorbeeld meer gaat verdienen. 1900 bruto per maand. Hetzelfde verhaal. U ziet een knik in wat er overblijft in de portemonnee. Hij houdt uiteindelijk minder over. Voor beide huishoudens is het interessanter om modaal te gaan verdienen.
Dat is ongeveer 3000 bruto per maand. Maar wie verdient dat nou? Dat is een basisarts, dat is een horecamedewerker, een manager. Of een hoogleraar Italiaanse taal en cultuur. Dat zijn niet de mensen over wie we het hier hebben. Derde casus, laatste, beloofd. Dan hou ik op. Gezin, met één kostwinner, twee kinderen. Dit gezin kan, theoretisch gezin in Amsterdam, niet rondkomen van één inkomen per maand. Eén inkomen. Ook hier loopt de portemonnee harder leeg, naarmate die meer verdient. Met opnieuw een dieptepunt, bij 2600 euro bruto. Dit gezin verdient met dit inkomen vele malen minder dan als het minimum van een minimuminkomen zou leven, of zelfs de bijstand. En ik hoor u denken, ga dan werken, die tweede moeder of vader. Ga werken. Ja, maar als dat niet kan, dan kan dit gezin beter feitelijk apart gaan wonen en iedereen in de bijstand gaan zitten. Begrijp me niet verkeerd, bijstand en toeslagen zijn ontzettend belangrijk. Het helpt voor mensen die dat echt nodig hebben om het hoofd boven water te houden in moeilijke tijden. Maar werken zou ten alle tijden, meer werken zou ten alle tijden lonender moeten zijn. En voor de mensen, de werkende armen, of over wie we het hier hebben, de mensen die in laagbetaalde banen zitten, in deeltijd als oproepkracht werken, loont meer werken nauwelijks. Dat is gebleken uit onze berekeningen. En dan krijg je situaties, mensen als Marcel, die bereid zijn om minder uren te gaan werken voor minder loon, in de hoop in aanmerking te komen voor regelingen. Die dus feitelijk bereid zijn om hun zelfredzaamheid af te breken, om maar in aanmerking te komen voor die regeling. En dat kan niet de bedoeling zijn. Tot slot, dan hou ik echt op. Deze drie gezinnen zaten alle drie in sociale huur. Gemiddeld in Amsterdam 650 euro per maand. We hebben natuurlijk ook even berekend wat er gebeurt als zij particulier in de vrije sector zouden gaan huren. In Amsterdam, voor een gezin, is dat gemiddeld 1300 euro per maand. Voor een alleenstaande ongeveer 900 euro. Ik ga u niet vermoeien met nog meer grafieken. Maar neemt u van mij aan dat bijna al deze gezinnen, voor hen is huren theoretisch gezien in de vrije sector is onbetaalbaar. Ze staan bijna allemaal in de min, soms zelfs tot honderden euro's. Alleen Jan en Janneke, Jan of Janneke modaal. Zij houden iets over per maand. Iets. Niet voldoende om mee rond te komen. Dank u wel. Goedenavond. Allereerst willen wij heel graag namens de gemeente Amsterdam alle betrokkenen en aanwezigen bij deze avond van harte bedanken. Mijn naam is meneer van de gemeente en hier naast mij staat mijn collega. Mevrouw van de gemeente, bedankt. En inderdaad zeg, ja, bedankt iedereen voor de inspirerende avond. Het heeft mij, als ik voor mezelf spreek, hè, zeker aan het denken gezet. Zeker. 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 Ja, en ik wil natuurlijk beginnen met te benadrukken dat wij ook mensen zijn. Het gaat ons niet in de koude kleren zitten, dat wil ik maar benadrukken. Absoluut, absoluut. Ja. Nee, klopt. Maar goed, wij zijn gevraagd om hier in het kader van onze functie als zijnde mevrouw en meneer van de gemeente te reageren op hetgeen zich hier vanavond heeft afgespeeld. Hetgeen ons dus niet onberoerd gelaten heeft. Ja. Omdat wij ook gewoon mensen zijn. Mensen met een hart voor de zaak. Dat even vooropgesteld. Precies, laten we dat vooropstellen. Absoluut. Goed, en wij hebben dit dus nu allemaal gehoord hier vanavond. En wij zouden nu een verhaal kunnen vertellen waarin we alles enorm gaan relativeren. We zouden ook een verhaal kunnen vertellen waarin we benadrukken hoe groot dit probleem is. En eigenlijk is het allebei een beetje waar. Kijk, voor ons gaat het over mensen in loondienst en zelfstandigen die niet supergoed draaien. En wij hanteren daarbij de grens van 120% van het minimuminkomen. Maar die grens die kunnen we best oprekken tot 121%. Die grens is best wel ambivalent. En relatief. Die grens is ambivalent en relatief, begrijpt u wel? Maar sowieso ook heel erg subjectief. Subjectief, relatief en ambivalent. Zeker waar, meneer van de gemeente? Ja, nou bedankt, mevrouw van de gemeente. Nou, gaat u vooral verder, heel Ga goed. Ga ik doen. Ja. Kijk,
Er zijn mensen met een bijstandsuitkering die leven als een god in Frankrijk met hun stadspas, hoor. Echt waar. Ik ken er eentje en die zegt, nou, ik heb zo'n mooi leven, ik heb elk weekend een ander uitje. Ja, en er zijn ook mensen die het veel moeilijker hebben, hè, en die wel in loondienst zijn. Bijvoorbeeld, je huis staat onder water. Je ligt in scheiding, maar je krijgt geen alimentatie. Je hebt grote schulden. Het leven in de stad wordt steeds duurder. Allemaal waar, natuurlijk hartverscheurend. En dat is de categorie sneu. En het is ook heftig. Het is ook heftig dat er een groep gevangen zit in onvermogen. Maar echte working poor, werkende armen, precies die, ja, die heb je niet in Nederland. Nee. Het komt hier niet voor dat je met twee banen nog steeds in armoede leeft als je alles in de legale economie doet. En het aantal werkende minima is gedaald. Heel veel mensen hebben een baan gekregen, dus dat gaat eigenlijk gewoon heel erg goed. Nou, trots op jou, man van de gemeente. Ja. Dat hebben we toch mooi voor elkaar zitten boksen daar. Ja, dat mag ook best eens gezegd worden, toch? Ja, kijk, en wat wij willen is ondernemers helpen om meer te verdienen. Ja, of dat iemand stopt met ondernemen omdat hij er niet geschikt voor is. Hè, ik bedoel, heel veel mensen die werkten in slecht verdienende sectoren en werden dan ZZP'er. Maar ja, er komt niet ineens meer werk of zo. Dus ja, misschien had je dat dan even eerder moeten bedenken, dat je beter had kunnen omscholen dan precies hetzelfde te gaan doen, toch? Ik bedoel, ondernemer worden is dan gewoon een hele irrationele keuze. Of zegt de mevrouw van de gemeente nu hele rare dingen? Nee, zeker niet. Zeker niet, zeker niet. En als je kijkt naar het armoedebeleid voor mensen in loondienst. Ja, wij proberen te helpen, maar het is voornamelijk pleisters plakken. Een beetje inkomensreparatie. En we doen superveel. We hebben hartstikke veel regelingen voor kinderen, voor zieken. En we doen echt superveel. Hè. We proberen met de mensen te reflecteren op het uitgavenpatroon. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld een Ziggo-abonnement met een heleboel zenders waar ze vooral niet naar kijken. Nou ja, dan proberen we een beetje te sleutelen aan dat uitgavenpatroon zonder dat het pijn doet. En dan hoor ik u denken, hoeveel bereik hebben die meneer en mevrouw van de gemeente nou echt? Ja. Nou, wij hebben van de ondernemers 9% in beeld. En van de mensen in loondienst 22%. In de bijstand is dat anders, daar hebben we iedereen in beeld. Maar nee, bij de werkende minima en de ondernemers is dat lastiger. Wij krijgen hun adresgegevens niet. En bij ondernemers zit het niet in het bloed om naar de gemeente te stappen. En veel jongere mensen die zijn maar heel kort minima, dus eer je ze in de gaten hebt, zijn ze er alweer uit. Footsie. Ja, precies. En een vriend van mij, die is net afgestudeerd. En die gaat statistisch gezien gewoon de minima klasse, werkende klasse in. Maar de gemeente gaat echt niks voor hem doen, hoor. Gelukkig maar, want hij moet ook gewoon een baan gaan vinden. Wij zijn net mensen, bedoelen we maar te zeggen. Precies. Absoluut. Absoluut. We zijn net mensen. We zijn net mensen. We zijn eigenlijk gewoon mensen. We zijn eigenlijk gewoon net mensen. En nou ga ik misschien iets heel pijnlijks zeggen. Oh. Oh, iets heel pijnlijks. Ja. 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 Kijk, het is ook een keuze, hè? Ai. Nou, dat viel me op bij jullie bijeenkomsten bijvoorbeeld. Die groep creatieve ZZP'ers. Niemand dwingt je om dat vak te gaan doen. Nee. Jullie zijn niet de categorie sneu. Jullie zijn jong en hoog opgeleid. Het is een bewuste keuze om je passie te gaan volgen. Dan moet je op de koop toenemen dat je wat minder geld gaat verdienen. Sowieso. Ja, en ik hoorde mensen zeggen tijdens die bijeenkomst van jullie dat ze zich behandeld voelden als een kind van 5 door de gemeente. Ja. Nou, ik trek me dat aan. Ik ook. Maar je moet ook wel beseffen dat mensen die tevreden zijn, die geholpen worden, die gaan niet naar de gemeente. Nee. Want die zijn hard aan het werk. Die zie je niet, dat is waar. Ja. Die zie je niet. Onze PC-regeling, die wordt bijvoorbeeld enorm gewaardeerd. De klanttevredenheid is hoog. PC-regeling is een fantastische regeling. En we kunnen natuurlijk altijd beter. Hè? Zeker. Ik bedoel, ja, wij doen een hoop aan goed imago, dure campagnes. Hele dure campagnes. We investeren enorm in de toon. De toon is heel belangrijk. En een hoop van ons die vinden het lastig, van onze ambtenaren, vinden het lastig om zonder checklist, waar iemand aan voldoet, met iemand in gesprek te gaan. Maar wij moeten dat wel doen. Wij moeten wel perspectieven bieden. En dan horen wij dat mensen na al die negatieve reacties en al die negatieve verhalen van die bijeenkomst van jullie, dat ze zeggen, hey, ik ga juist niet naar de gemeente. Nou, dat is nou juist wat wij niet willen. Hè? Nee, wij willen juist dat mensen, maar ja goed, dan heb je van die grote criticasters. Doe.
De positieve meedenkers. Positieve meedenkers. Denk ja, aan heb de Tony. Die, ja, precies. Dan heb je van die positieve meedenkers. En die denken dan, hey, we gaan eens even helpen. We gaan de ZZP'ers in nood opsporen. En dan komen ze met 10 à 20 mensen aanzetten. Ja, hartstikke goed natuurlijk. Maar dat zit voor ons geen zoden aan de dijk. Want wij moeten duizenden mensen bereiken. Dat hyperlokale, gaan langs fietsen. Ik kan mijn mensen niet op de fiets zetten. Dat moet natuurlijk wel schaalbaar zijn. Absoluut. En dan, uiteindelijk... Die groep die amper rondkomt en net boven de 120% grens zit. Wij kunnen op individueel niveau pleisters plakken. Maar wij hebben niet de illusie dat we minima uit de armoede gaan tillen. Het macroplaatje ligt gewoon in Den Haag. Het landelijke inkomenbeleid, de koopkrachtplaatjes. De koopkrachtplaatjes. Allemaal buiten het kader van de gemeente om het toeslagenstelsel, klimaatdiscussie, lastenontwikkeling. Het macroplaatje dus. Dus ja... Ja, wij doen keihard ons best. En op onze feestjes zijn we best in staat de positivo's op te krikken. Maar bij zelfstandigen is dat lastiger. Die hebben een drempel om hulp te komen vragen. En dat begrijpen wij ook, hè? Dat begrijpen we ook. Want wij zijn net mensen. Maar we hopen wel dat we vanavond weer hebben kunnen laten zien, kunnen laten blijken, dat je altijd bij ons kunt aankloppen. Absoluut. Absoluut. Ik hoop dat het een en ander zo is opgehelderd. Het is voor ons in ieder geval heel belangrijk om toch vanuit de gemeente ook dat echte menselijke geluid te laten horen. De oprechte zorgen die er zijn. Laten zien dat we meedenken. Ja, dat we kritisch zijn, maar ook realistisch. Goed. Dank u wel. Dank u wel. De vraag is een beetje, maken we er zo niet iets te veel een karikatuur van? Ik bedoel, we doen onderzoek, we hebben veel mensen gesproken, we zijn bezig geweest met heel veel Amsterdammers die ons hun verhaal vertelden, maar komen we ook nog wel los van de groep waarvoor we zeggen op te komen? Kijk naar de feiten. De gemeente kwam naar onze bijeenkomsten, de gemeente toonde zich ruimhartig, de gemeente nam de tijd voor ons en zelfs experts, neem iemand als Roeland van Geuns, die we al eerder spraken, zegt dat deze gemeente hartstikke ruimhartig is ten opzichte van andere gemeenten. Ten aanzien van die pleisters plakken is heel veel gedaan de afgelopen paar jaar, dat kunnen we niet ontkennen. Ik hoor net iemand die in Rotterdam woonde, we mogen wat dat betreft, laat ik zeggen, in ieder geval wat dat betreft, ons gelukkig prijzen om hier te wonen en niet onder het armoedebeleid van de afgelopen 4 jaar in ieder geval in Rotterdam gezeten te hebben. Want dat is, dan zie je dat er echt hele grote verschillen tussen gemeenten zijn. Tegelijkertijd, misschien het belangrijkste dat wij zien, is dat er zo'n kloof is soms. Ook in taalgebruik. Want de scène die u net hoorde, misschien een beetje karikaturaal en ook wat ik nu zeg, het zijn allemaal wel door de gemeente uitgesproken zinnen. Ook bij ons in bijeenkomsten. En dan... Is goede wil van één individuele ambtenaar of één individuele andere persoon van de gemeente een mooi iets, maar zet je nog steeds wel mensen op afstand en raak je ook mensen kwijt. En ik ben er gewoon van overtuigd dat de armen echt armer worden en de rijken echt rijker. En in dit geval sluit ik me toch bij u aan van jullie praten daar wel zo, maar ik voel jullie ook niet. Zeg je gewoon eerlijk. Okay. Ja. Ik voel jullie gewoon niet. Nou, jullie zitten daar vanuit jullie positie, weet je, maar ik voel me niet aankomen wat jullie zeggen. Dus wat jullie ermee gaan doen, I don't know. Ja. Ik hoop dat er volgend jaar verandering komt. Ik vind het wel heel naam te horen, eerlijk gezegd. Ja, ik voel het gewoon niet. Ik zeg gewoon eerlijk. Volgens mij heb ik... ik weet niet wat ik dan heb gezegd waar dat uit bleek. Maar dit is ongeveer mijn strijd van mijn hele politieke leven. Waar ik eigenlijk altijd al mee bezig ben geweest. Wat zie je? Iedereen wil wel, maar tegelijkertijd voelt een groep zich niet gehoord. Spreken ze niet dezelfde taal? Proberen mensen zich op te werken? Proberen ze iets op te bouwen? Maar horen ze dan op een bijeenkomst dat het toch een beetje sneu is? Dat ze misschien geen ondernemer zijn of dat er geen working poor zijn? Terwijl ze zich wel zo voelen en hun financiële situatie ook laat zien dat ze echt niks opbouwen. En dat is geen individueel verhaal, maar dat is een verhaal van een stad waar het water ze al aan de lippen staat. Die snel verandert, die steeds minder van hun wordt. En ze vertrekken al, hè? Want wij lazen een recent onderzoek van UvA-onderzoekers Cody Hoogstenbach en Saco Mustert.
We stuiten daarop en we schreven daar het volgende over in een stukje. Ik pak het er even bij. Amsterdamse huishoudens met een laag inkomen gaan steeds vaker aan de randen van de stad of buiten de stad wonen. Vooral alleenstaande moeders met kinderen bevinden zich onder de kwetsbare armoedegroepen. Met als risico dat de stad rijker lijkt, terwijl de groep die daar niet van profiteert steeds meer uit beeld raakt. Ja, en je ziet het hier. Die rode plekken, dat is de plek waar het aantal mensen met een laag inkomen en een baan zijn toegenomen. Dat is aan de randen van de stad en buiten de stad. En in de stad en in de stadskern, de blauwe plekken, dat is waar ze zijn weggetrokken. Of neem de volgende grafiek en een ander stukje uit ons artikel. Eén groep met een laag inkomen, de zelfstandigen, die breekt met de trend en blijft vaak wel in de stad wonen. Zelfstandigen brengen vaak grote offers om centraal te kunnen wonen, omdat ze afhankelijk zijn van hun netwerk. Het aantal zelfstandigen stijgt al jaren flink in Amsterdam. Maar gecombineerd met de hoge woonlasten stijgt de kwetsbaarheid ook. En dat zie je hier, die rode plekken in het centrum. Dat is waar de toename zit. De ZZP'ers gaan zich daar in meerdere mate vestigen of blijven daar zitten. Dus wat je ziet is dat de stad verandert, ook demografisch, en dat er mensen tussen wal en schip vallen. Mensen die te veel verdienen soms voor regelingen, die niet in de bijstand zitten, maar die ook wel eens iets zouden willen opbouwen. En die ook wel eens een dag niet zouden willen hoeven nadenken of ze een week later een keer een dagje uit kunnen met de kinderen of wat leuks doen. De stad verandert, maar zij profiteren niet mee. Mijn moeder komt uit de Jordaan. Ik zou wel eens terug willen in de tijd. Vroeger als kind kwam de hele buurt bij mijn oma langs. Iedereen was welkom. Nu zijn veel winkels uit het straatbeeld verdwenen, want alles is online. Veel mensen zijn op zichzelf. Dat Amsterdam verandert merk je dus aan veel dingen. Mijn huurprijs stijgt en ook het parkeren is duurder geworden. Kennissen en familie die bij mij op bezoek komen kijken voortdurend naar de klok. Dat maakt het er niet gezelliger op. In elk mensenhart, daar vind je Amsterdam. Merkt u in uw portemonnee dat u meer te besteden hebt? Meer te besteden, alles wordt duurder, dus ik weet niet of ik meer te besteden heb. Iedere keer als ik denk dat ik meer te besteden heb, moet ik meer betalen. Amsterdam. Af van de stoeptegels, de grachten, de smalle steegjes, de paadjes en de kleine cafés. Het valt op een oververhitte woningmarkt. De temperatuur van een woningmarkt zal iets gaan dalen, maar hij blijft nog steeds warm. En de prijsstijging zal misschien langzaam wat afvlakken, maar het wordt natuurlijk relatief allemaal wel steeds duurder. En er zal ook wel eens een keer een moment komen dat hij iets gaat dalen, maar nooit meer naar die cijfers waar starters heel erg gelukkig van worden. Mens Amsterdam getatoeëerd op zijn onderarm. Af van de dappen maakt de mensen in de bijstand op van Ajax. Als je elk jaar elke maand na je vaste lasten 300-400 euro over hebt en je gaat 0,8% vooruit, weet je, dan ga je er 6 euro op vooruit. Dat ga je gewoon niet merken. En als je een beetje pech hebt, en je hebt altijd wel pech, je fiets wordt gestolen, je wasmachine gaat stuk, weet je, er kan van alles gebeuren. Je hebt ineens een bril nodig. Ik bedoel, dat soort dingen. Dat vaagt natuurlijk die 7 euro koopkrachtverbetering gewoon helemaal weg. Amsterdam. Amsterdam. Ja, en dus verandert de stad en veranderen ook de vragen in de stad die belangrijk zijn om te beantwoorden. Misschien is het niet langer de vraag waar ontwikkelt de stad zich naartoe of waar gaat het naartoe met de stad, maar is de politieke vraag veel meer voor wie willen we opkomen de komende jaren en van wie is de stad eigenlijk? En dat is een vraag die we niet, dat is een vraag die we nu moeten beantwoorden. Nu, want het is niet een vraag waarvan de effecten pas in de toekomst gevolgen zullen hebben. De effecten zijn nu al zichtbaar en we raken nu al mensen kwijt. Dankjewel. Goedenavond allemaal. Mijn naam is Ladan. Ik ben 33 jaar en dit is mijn verhaal. Op mijn 8e kwam ik naar Nederland, samen met mijn vader. Ik heb vanaf mijn 13e tot mijn 30e voor mijn vader moeten zorgen. Mijn vader is namelijk blind. Elke weekend, wanneer andere leuke dingen aan het doen waren, deed ik de boodschappen en het huishouden. Ik was geen kind meer, maar een verzorgster. Jarenlang hebben wij geen hulp gehad, nog van familie, nog van instanties. Want die
kenden wij niet. Ik was te jong en mijn vader was blind. Op mijn 13e ging ik naar het Barlaeus Gymnasium in Amsterdam. Na de tweede klas redde ik het niet meer. Met alles wat er thuis aan de hand was. School erbij lukte gewoon niet meer. Ik werd in een niveau lager geplaatst. Ik kwam in een HAVO-VWO-klas terecht. Mijn pijn en verdriet werden door niemand gezien. Op mijn 27e kwam ik erachter dat ik een mantelzorger was en nog steeds ben. Die term kende ik helemaal nog niet. Na lang zoeken kwam ik erachter dat een mantelzorger €200 kon ontvangen van de gemeente. Wij een klein beetje blij, want dit was de eerste keer hulp na vele jaren. Maar voordat wij er een beetje van konden genieten, werd het afgeschaft. In plaats daarvoor zou de gemeente uitjes organiseren, zoals met een groep op een bootje. Een activiteit waar mijn blinde vader niks aan heeft. Ik zou ook mee moeten gaan, want het was mijn mantelzorgcompliment uitje. Nou, daar zat ik helemaal niet op te wachten. Ik had andere soort hulp nodig. Ik wilde minder zorgtaken en meer tijd voor mezelf. Financieel was het ook erg zwaar. Bij het boodschappen doen moesten wij altijd goed opletten. We gingen nooit buiten de deur eten. Ik sprak weinig af met vrienden, want ik had geen geld voor sociale activiteiten. Ik werd een lopende calculator. Soms werd het mij allemaal te veel en werd ik moe van al dat bijhouden en tellen. Ik wil ook eens een keer een supermarkt inlopen en pakken wat ik wil en niet kijken naar wat het kost, zei ik een keer in een boze bui tegen mijn vader. Ik ging mij steeds rotter voelen. De zorg voor mijn vader en onze financiële situatie werden mij te veel. Ik gaf toch niet op en bleef doorzoeken naar regelingen. Ik wilde heel graag een pc, maar daar kwam ik niet voor in aanmerking, omdat ik niet meer op school zat. Waar we wel voor in aanmerking kwamen, was een tweedehands wasmachine. Maar bij ons werkte alles nog. En nu ben ik 33 jaar en woon zelfstandig in Zaandam. En daar ben ik trots op. Ik zie mijn vader nu minder. Soms voel ik mij daar schuldig over. Maar ik heb wel meer tijd voor mezelf. Ik had graag in Amsterdam willen blijven wonen, maar dat zit er niet in. Na 12 jaar op de wachtlijst te hebben gestaan, zonder een woning te krijgen, besloot ik de stad te verlaten. Een moeilijk besluit, want ik hou van Amsterdam. Ik ben hier opgegroeid. Als je mij zou vragen wat ik het meest mis, dan zou ik zeggen het fietsen. Ik mis het fietsen door de smalle, o zo kleurrijke straten en de spontane ontmoetingen. Ik heb nu een leuke baan voor een grote winkelketen in Amsterdam. Maar met mijn salaris kan ik helaas niet sparen. Maar ik voel mij sterker dan ooit. En ik heb dit allemaal zelf bereikt. Maar wat mij pijn doet, is dat ik het gevoel heb dat ik eigenlijk leef voor mijn vaste lasten. De ene rekening komt na de ander. Ik heb een maand geleden de afvalstofbelasting van €600 afbetaald. Komt de volgende van 600 alweer binnen. En ik kreeg net ook een naheffing van mijn energierekening binnen van €780. Er blijft mijn maandelijks heel weinig over. Ik wil heel graag uit eten met vrienden, op sport gaan of een theatercursus volgen. Ja, acteren, op een podium staan, dat iedereen naar me kijkt en luistert naar mijn verhaal. Dankjewel. Dankjewel, Ladan. Graag vraag ik naar voren, en u mag straks aan het eind nog veel harder klappen voor Ladan en de anderen, maar ik vraag eerst naar voren de wethouder armoede en schuldhulpverlening, Marjolein Moorman. Ik pak even een stoel erbij. Dan kunt u ook zitten, want dan is iets relaxter misschien dan 20 minuutjes staan. Beetje water? Oh, ik heb een microfoon ook trouwens. Dat is ook nog wel handig. Ik kom naast je zitten hoor, dat je niet op je zit. Hallo.
De mevrouw van de gemeente. Ja, ja. Meneer Van der Balie, komt naast u zitten. Fijn dat u er bent. U heeft net gekeken, we hebben een uurtje geluisterd naar een aantal verhalen, naar een aantal observaties. Misschien het eerste is gewoon, wat is u nou het meest bijgebleven? Wat is nou het meest, je komt er net uit. Wat is dan het eerste waarvan je denkt, dat viel mij op? Nou, ten eerste, ik weet, jij kwam hier binnen en jij was heel erg zenuwachtig. Ja. Omdat je zei, dit dat is moet je voor... nooit zeggen vooral. Nu snap ik het. Ja. Ik had eigenlijk ook zenuwachtig moeten zijn. Maar dat was omdat het voor het eerst was dat jullie het zo deden in de balie met deze vorm. En dat, volgens mij verdient dat wel navolging. En wat mij het meest bijblijft, welk gevoel mij het meest bijblijft... en dat klinkt misschien heel vervelend in deze zaal... is toch een gevoel van machteloosheid. En dat is heel raar, want ik ben eigenlijk degene die van alle mensen hier er het meest aan kan doen. Ja. En want ik ben wethouder armoede en schuldhulpverlening. Overigens geen wethouder werk, ook geen wethouder huisvesting, want het is natuurlijk een veelkoppig probleem. Ik ben ook geen minister die de wetten kan maken, maar ik weet dat ik, en dat is ook waarom ik het wilde. Ja. Dat is ook precies wat Carolien zei in dat filmpje, toen er werd gezegd, we voelen het niet, hè, dat u het ook echt wil. En dat ze zei, want zij zit in de gemeenteraad bij ons, van ja, maar dit is precies waarom ik de politiek in ben gegaan. Nou, dat geldt voor mij ook. Hè. Dit is precies waarom je het wil doen. Omdat je denkt, verdorie, het kan toch niet zo zijn dat... Nou ja, daar ga je dan heel hard voor werken. En dan ga je 8 jaar in de gemeenteraad zitten en 1 jaar wethouder. Ja, en ik kan niet zeggen dat ik het nu heb opgelost. En waar zit die machteloosheid dan precies? Nou, daar. Dat je dus de verhalen ontzettend goed begrijpt. Dat je ook vindt... dat ja, de 3 kruizen die hier op de vloer staat, dat Amsterdam zo moet zijn. En pas het maar eens in het systeem. Ja. Ja, dat is eigenlijk mijn baan, dat ik tussen de leefwereld van mensen insta en het systeem. En ik vond het een hele pijnlijke, maar ware scène die jullie speelden over de meneer en de mevrouw van de gemeente. Ik ken de teksten, ik hoor ze allemaal. Ik ga ook meteen keihard voor mijn mensen staan. Want ik weet hoe hard ze werken en ik weet hoe hard ze hun best doen. Maar het is inderdaad taai. En dat voelt dus soms heel erg machteloos. Ja. En dat betekent niet dat ik niet de plicht heb om dan heel hard te werken en er nog beter over na te denken. Maar ik vind dat, ik kan hier inderdaad een heel mooi verhaal ophangen van, ik denk dat Amsterdam de sociaalste gemeente is van Nederland. En daarmee dus de sociaalste gemeente misschien wel van de wereld. En kijk eens wat we allemaal doen. Maar ik snap ook dat mensen zeggen, ja en ik dan? Ja. En ik val daar net 1% buiten, want het is tot 120% en het is toch 121%. Ja, dat begrijp ik ook. Ja. Dus dat voelt dan, als ik daar zo zit, dan denk ik, ja, verdomme. Ja. Ja. Ik ga u een aantal dingen voorhouden die wij de afgelopen maanden in al die bijeenkomsten eigenlijk hoorden en die ons opvielen. Want eigenlijk zei u, denk ik, net wel mooi. Er is aan de ene kant het systeem, aan de andere kant de leefwereld. En die botsing, die zie je vaak. Een woord dat wij vaak hoorden van mensen is, er is een kloof. Er is een kloof tussen de gemeente aan de ene kant met hun systemen en ik die gewoon een simpele hulpvraag heeft. Ik kom er niet uit. Ik heb misschien €300 nodig om even het eind van de maand te halen. En ik ga, hoe goed bedoeld ook, een traject in wat me 10 maanden kost en onzekerheid oplevert. Wat denkt u dan als u dat hoort? Nou ja, ik heb sowieso ongelooflijk veel complimenten voor hoe jij die hele BBZ-regeling uit je hoofd leerde. Hoeveel uur heeft je dat gekost dat je dat onbetaald hebt moeten doen? Dat dacht ik ook. Ja. Je deed het wel 2 keer. Dat vond ik dan, want de checklist was uiteindelijk hetzelfde hoor. Als. Oh, toch ook nog. Oh, shoot. Het leek zo op elkaar. Oh. Nee, precies. Ook nog zo erg. Wat je wil, kijk, in de ideale wereld, en ik vind dat we uiteindelijk altijd moeten streven naar de ideale wereld, zorg je ervoor dat de regeling precies past bij wat iemand nodig heeft. Hè, dus dan kijk je niet op dat ene procentje en dan denk je, ja, we hebben een armoederegeling tot 120%, ja. Want je moet toch ergens de grens leggen, maar er is natuurlijk wel iemand die daar net iets boven zit en die het wel echt veel meer verdient, want die heeft er harder voor gewerkt, of die heeft ontzettend veel pech gehad in zijn leven, of die heeft, hè? En dan zou je dat maatwerk ervoor moeten maken. En het is ook echt een streven wat er echt is. We proberen het voortdurend. We zijn nu weer heel hard aan het werken om de hele sociale basis, nou, voordat ik in jargon verval, maar dat betekent eigenlijk gewoon te bieden aan mensen wat ze echt nodig hebben. Maar het is gewoon
En dat is niet een excuus. Ik probeer helemaal niks te verexcuseren, maar het is gewoon wel heel complex. En die complexiteit ontstaat doordat het probleem soms complex is, omdat niemand hetzelfde is, maar dat je toch... Ja, we hebben nu al misschien wel te veel ambtenaren af en toe, als ik jullie zo hoor. Maar dat zijn er wel heel erg veel te weinig als je voor iedereen specifieke aanpak wil hebben. Maar het wordt nog complexer, want het bereik is... niet heel hoog onder ZZP'ers. Nee, ook nog eens. En dan hebben we dus ook nog... Kijk, die hele mooie BBZ-regeling. Ja, ik heb hem niet verzonnen. Maar mijn voorgangers, die hebben hem ook niet verzonnen. Het is gewoon Haagse regelgeving. Dat vind ik niet leuk om te zeggen. Want ik wil liever dat ik het zelf... Komt ook nog eens bij. We geven in Amsterdam 110 miljoen uit aan armoedegeld. Nou, daar hebben we hartstikke hard voor moeten knokken... bij de coalitieonderhandelingen. Hebben we heel veel geld hebben we structureel daarvan gemaakt... We hebben geen eigen belastinginkomsten in Amsterdam. Mag ik niet doen, mogen we niet doen van het Rijk. Dus ik moet het ook met dat budget doen. Hè. Ook nogmaals, allemaal geen excuses. Maar dat geeft wel aan wat de complexiteit is. Nou, dan zeg je ook nog eens. En dat is heel erg waar. Onder ZZP'ers is het nog lastiger. Nou, eigenlijk hoorde ik jullie daar gewoon heel veel ware dingen zeggen. Die dan klinken als clichés. En dat zijn ze ook. Maar mensen definiëren zichzelf niet als arm. Dat is echt waar. We hebben de bijstandsgerechtigden hebben we inderdaad in een kaartenbak zitten. Die hebben ook nog eens een keer een klantmanager. Ja, dat is makkelijker. Ja. Ik bedoel, ga ik ook niet verdoezelen. Dat is gewoon zo. Die mensen die spreek je, die zie je, daar weet je de gegevens van, die kennen we. Dat is voor ZZP'ers minder het geval. Er is ook nog iets, en dat vind ik ook heel erg. Dat vond ik heel mooi in die eerste scène die jullie speelden hier op dat terrasje. Schaamte. Dus gewoon, en dat vind ik heel. Dat is wat een raar iets wat we met elkaar hebben opgebouwd. Dat we niet praten over wat we eigenlijk hebben aan inkomen. Dat je helemaal niet rondkomt. Waarom is dat erg eigenlijk? Maar, dat is toch, waarom schamen we? Het is wel erg, maar waarom schamen we dan? Ik ga nog één keer tegen u aanhouden, want het bereik is niet zo hoog. Er is schaamte, er is een drempel om naar de gemeente te komen. En dan zijn er mensen die bij de gemeente komen en die lopen tegen het systeem op. Ja, ja. En dat is heus niet in alle gevallen zo, maar je kan iemand maar één keer langs de poorten laten gaan. Daarna ben je diegene kwijt. Ja, eens. Ja, eens. Het andere is dat als je kijkt naar het bereik, wij spraken heel veel werkgevers en die zeiden er worden heel veel... Nee, ik moet daarvoor nog één vraag stellen. Het probleem van die groep die boven die regelingen zit en die toch zegt moeilijk rond te komen in de stad. Hoe hoog is dat als prioriteit voor u? Want ik snap heel goed, hè, in de bijstand, dat is in die zin... makkelijker werken, ik citeer uw woorden even, maar in die zin makkelijker omdat je die mensen in beeld hebt. Daarboven is lastiger in beeld te krijgen. Maar tegelijkertijd, die stad verandert, wordt steeds duurder. Gisteren RTL Nieuws ook, groot onderzoek naar mensen die wel een baan hebben, maar steeds moeilijker rondkomen. Hoe hoog staat dit op de agenda? Is er een plan in aankomst? Ja, armoedeval heb je dus over. Nou, bijvoorbeeld. Ja, dus als je daar boven komt, die grafiekjes die jullie zo mooi... Hou je minder over dan minimumloon? Ja, pas op trouwens, hè. Want als de VVD dit ziet, dan zeggen ze meteen alle toeslagen weg. Want dat ik bedoel, armoedeval, daar is... dat is echt namelijk wel waar. Want als ik... armoedeval is wat ik vooral heel veel hoor zeggen door mensen die zeggen... de toeslagen moeten eraf. Nou, dat is natuurlijk het laatste wat we moeten doen. Het is ook met bijvoorbeeld een basisinkomen. Het is altijd heel interessant dat hele linkse mensen en hele rechtse mensen dat een goed idee vinden. En waarom vinden hele rechtse mensen dat een goed idee? Omdat alle toeslagen er dan vanaf gaan. En de alleenstaande bijstandsmoeder dus ook niet meer allemaal die toeslagen krijgt. En de zorgtoeslag gaat eraf en de huurtoeslag gaat eraf. Dat vind ik altijd, moet je je wel even realiseren op het moment dat je voor het basisinkomen... Maar goed, daar heeft die individuele persoon niet zoveel dus, aan. Kijk, dus in die armoede... is een reëel ding, omdat we ergens grenzen moeten stellen. Nou, gelukkig werken we met ontzettend veel fondsen die zich helemaal nergens aan houden. Dat is altijd fijn, hè? Een overheid die moet zich, want we moeten gewoon iedereen gelijk behandelen. Dus dan moet je met grenzen gaan werken, want je moet kunnen rechtvaardigen waarom je het voor de een wel doet en voor de ander niet doet. Een fonds als de FBNA, die hoeft zich gelukkig nergens aan te houden, die ziet gewoon iemand die denkt, nou, die moet hulp hebben. Nou, dan gaan ze dat gewoon doen. Dat is heel belangrijk. En via de achterdeur, nou goed, dat hoef ik je dan verder niet te vertellen. Tegelijkertijd zie ik ook wel dat wij zelf daar misschien ook slimmer over na moeten denken... hoe wij die armoedeval kunnen voorkomen. Nu hebben wij gezegd, misschien zouden we... We zijn gegaan van 110 naar 120%. Misschien zouden we van 120 naar 130% moeten gaan. Dat vind ik. Kost wel heel veel geld. En bij de coalitieonderhandeling heb ik... We, moet ik zeggen, want we doen dat met z'n allen, hebben we extra geld vrijgemaakt om
naar 130% te gaan. Niet voor alles, maar dit ga ik gebruiken. En dat is nu wel, dat ga ik jullie dan nu vertellen. Dat gaat binnenkort in een plan komen. Ik wil dat we daarmee de armoedeval gaan verminderen. Dus ik wil dat mensen die boven die 120% komen, in ieder geval nog in aanmerking komen voor een aantal van dat soort voorzieningen. Ja. Zodat je minder hard naar beneden zakt. En wanneer komt dat? Is dat al? Over een maand of zo. Over een maand, ja. Ik wil nog een paar dingen tegen u aanhouden. Gewoon concrete dingen waarvan mensen zeggen, daar zou de gemeente, dat zouden ze gewoon kunnen doen. Het bereik is laag, hebben we geconstateerd bij ZZP, maar ook wel bij loondienst is het lastig. En wij spraken veel werkgevers die zeiden, ja weet je, als je nou met de HR-managers gaat praten van bedrijven, heel veel campagnes richten zich op, heeft u financiële problemen, meld je bij de gemeente. Maar goed, er is veel schaamte, dat doe je niet zomaar. Heel veel werkgevers zeiden, en worden ook van de andere kant, misschien moet de campagne zich op die bedrijven richten. Die kennen hun werknemers als het goed is. Nee, dat is waar. En ik denk, wij moeten allereerst naar onszelf kijken. Het verhaal werd hier net over die 64 jaar. Gemeente als werkgever. Ja, moeten we absoluut doen. En dan niet alleen, ik ben heel erg pleitbezorger, wat ze in Londen al eerder hebben gedaan, de living wage. Dus je moet wel een inkomen verdienen waar je mee rond kan komen. Het is eigenlijk gewoon schandalig dat we het überhaupt hebben als iets over iets als werkende armen. Dat, kijk, uiteindelijk, als je gaat werken, dat was altijd de weg uit armoede. En dat is dat het is gewoon niet. Nee, dat is toch heel erg. Zegt u daarmee dat u als wethouder armoedebeleid eigenlijk dus niet alleen naar het inkomen wil kijken, maar ook naar de lasten van de stad? Ja, misschien kan je beter zeggen dat je wethouder besteedbaar inkomen zou moeten zijn. Hè? Dus dat heeft niet zo koopkracht. Wethouder koopkracht zou misschien wel beter zijn dan wethouder armoede. Ja. Want daar gaat het. Kijk, onze vaste lasten gaan enorm omhoog. En dan kan je zeggen, je hebt een redelijk inkomen, maar als je hele hoge vaste lasten hebt, en ook als ik niet zeker ben van welk inkomen je dan elke maand hebt, dan wordt het ongelooflijk lastig. Ja. Maar over die werkgevers gesproken. Ja, ik vind dus dat wij als gemeente er zelf naar moeten kijken. En ik vind dat we dat ook met werkgevers. Kijk, ik vind dat het minimumloon gewoon omhoog moet. Ja. Hup, dat moet gewoon omhoog. Maar dit is heel leuk dat ik dat zeg. Alleen ga ik er gewoon niet over. Maar ik vind het wel. En dat moeten we ook met z'n allen heel hard blijven zeggen de hele tijd. Want we hebben gewoon te lage lonen. Ja. We moeten echt af van die rare ZZP-constructies die we hebben. Ik sprak vorige week. Maar kan de gemeente daar toch, sorry dat ik u onderbreek hoor. Kan de gemeente daar niet meer in doen richting werkgevers? Als je het hebt over slecht betaalde werkgevers in deze stad. Ja. Dat zijn de Bijenkorf, dat zijn Zeeman. Daar zijn allerlei verhalen over dat die tegen minimumloon betalen. Uber, nog zo'n voorbeeld. Dat zijn allemaal, aan de ene kant kunnen we zeggen, dat is iets wat landelijk geregeld moet worden. Aan de andere kant zijn dat werkgevers die op uw grondgebied, niet de hele stad is van u, maar in ieder geval in Amsterdam. U kent ook mijn collega Rutger Groot-Wassink. Tenminste, ik neem aan dat u velen van u kennen. En dan, die is niet vies van dit soort uitspraken. Dus ik vind wel dat wij daar zeker met elkaar, dus dat we daar werkgevers op aan moeten spreken. Maar ik vind nog wel verder. Kijk, werkgevers moeten ook gewoon zorgen dat hun werknemers niet alleen een goed inkomen verdienen, maar ook goede leefomstandigheden hebben. Dus bijvoorbeeld als jouw werknemer loonbeslag heeft, dan weet je, dat betekent wel dat er iets aan de hand is. Ja. Zou je ook best wel moeten kunnen kijken of we daar niet iets aan kunnen doen. Als jij weet, gisteren was er nieuws over laaggeletterdheid. We weten dat er een enorme grote relatie is tussen laaggeletterdheid en bijvoorbeeld het ook niet kunnen aanvragen van allerlei voorzieningen waar je wel recht op hebt omdat je onder dat minimum zit. Nou, misschien hebben werkgevers daar ook wel een rol. Dus aan de ene kant vind ik dat we werkgevers moeten aanspreken en moeten benoemen wat niet goed is en wat anders zou moeten. En aan de andere kant mogen we ook werkgevers af en toe als bondgenoten zien in een strijd die we met z'n allen aan het strijden zijn. Is er iets, en dan gaan we naar een paar vragen uit de zaal, is er iets eigenlijk wat u vanavond heeft gehoord waarvan u dacht, dat verrast mij enorm, daar moet ik echt de komende tijd eens naar kijken? Of was dit beeld wel herkenbaar? Nee, ik moet eigenlijk zeggen, helaas niet, nee. Ik herken dit. Ik zie dit, wat ik net wilde vertellen, dat verhaal. Vorige week, vrijdag, was ik bij de maatschappelijk dienstverlener in Zuidoost. Toen sprak ik met een mevrouw die al heel lang heel erg in de schulden zit. Twee banen heeft. Twee kinderen heeft.
twee keer loonbeslag had gekregen en ook nog een keer een bankbeslag. Dan heb je dus helemaal niks meer. Ja, en dan zit u daar? Ja, dat is... Dat was wel een verhaal... Ik heb vanavond niet iets gehoord waarvan ik dacht, dat heb ik nog nooit gehoord. Maar dat verhaal had ik echt nog nooit gehoord. En dan zie je ook... Kijk, dat vind ik eigenlijk het allerpijnlijkste. Misschien meer over de schuldenindustrie dan wat hier is gezegd. Maar er wordt ook op dit moment gewoon verdiend aan mensen die het eigenlijk het allermoeilijkste hebben. Ja. Dat vind ik krankzinnig. Ja. Doet u echt wat, hè? Ik zie dat vind ik echt. Ja, maar dat is waarom ik ooit de politiek in ben gegaan. Ik moet het hoesten, vandaar ik hou hem net in. Maar tot slot misschien dan... Het allerbelangrijkste, denk ik, wat wij geleerd hebben, is dat misschien... Er zijn natuurlijk mensen waar het goed bij gaat, die komen bij de gemeente, die worden goed geholpen, fantastisch. Maar tegelijkertijd dat systeem waar mensen tegenaan lopen, het idee dat iemand komt zijn hele levensverhaal vertellen en die heeft het idee, kan het systeem zijn, dat hij toch een checklist af moet gaan. He, dat hij in het pulletje valt en als je net buiten valt, dan wordt het lastig. Is daar nou iets wat u daar als wethouder aan kunt doen? Is daar een manier om dat systeem, om daar... meer menselijkheid in te krijgen? Wij hebben in het coalitieakkoord opgeschreven inkomensondersteuning op maat. Wat hier eigenlijk heel erg over gaat. Dus dat je wil dat mensen gewoon de hulp krijgen die ze nodig hebben. En dat je dus als je binnenkomt en je hebt al je schaamte overwonnen en je hebt voor jezelf gerealiseerd dat het zo niet meer gaat. Mm-hmm. Dat je niet meteen wordt weggestuurd omdat je een bepaald formuliertje niet mee hebt genomen. Dat zijn we sowieso aan het doen. Dat heet met ambtelijk jargonterm route 020. Maar dat betekent gewoon in de praktijk hulpverlening. En dat inkomensondersteuning op maat, daar gaan we nu mee experimenteren. Daarvan gaan we eigenlijk budget gewoon vrijmaken. Waarbij we, en daar heb je ook de goede mensen voor nodig die dan die hulp gaan verlenen. Gewoon wat flexibeler kunnen inzetten. Ja, wat heeft u nodig in plaats van waar past u in? Ja, en dat is dat lijkt het meest simpele wat er is en dat blijkt in de praktijk super complex. Ja. We hebben tijd voor ongeveer 4 vragen. Misschien is het een beetje zalig, kan ik ook mensen zien. Ik zie daar iemand, achterin iemand en daarvoor. Dat is een mooie verleden. Dan kijk ik even of ik u nog haal, meneer. Dan kijken we even met de tijd. Dan begin ik bij u, meneer. Ik kom even naar u toe, dat mensen het goed kunnen horen en voor de opname ook. Wie bent u? Wat is uw vraag? Oh, ik heet Abraham. En een aantal maanden geleden, toen Josias van Aartsen nog lokale burgemeester was, 1 uur 's nachts, en ik loop hier in de buurt van de Leidseplein, en zie ik meneer Josias van Aartsen lopend, peinzend, met het gezicht op de grond. Hij was kennelijk niet zo tevreden met iets, maar het maakt niet zoveel uit. Wat mij heel erg opviel, wat voor mij heel erg bijzonder was, is dat zo'n iemand, een burgemeester, iemand met zoveel macht, om zo'n tijd van dag rond kan lopen zonder gevaar van zijn leven. In New York kun je dat onmogelijk doen. In Quito, Quito kun je dat niet doen. In Colombia kun je dat niet doen. In Jakarta kun je dat niet doen. Wat is dat punt? Kunnen wij hier wel doen. Ja. Dus mijn vraag is, hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij dat soort van zekerheid, dat soort van veiligheid kunnen behouden hier in Nederland? Want dat gaat op een gegeven moment gewoon op de schop. Op een gegeven moment, we zullen niet meer veilig op straat lopen. Oké, het is een filosofische vraag, maar ik begrijp hem wel. En ik ken Abraham ook een tijd. En Abraham komt altijd met een mooie filosofische vraag. Maar ik sprak vandaag met mijn ambtenaren over het boek The Spirit Level. Ken je dat boek? Dat hebben epidemiologen geschreven. En dat gaat, die zien ongelijkheid als een virus. Een virus wat in sommige landen meer dan in andere landen heeft gewoekerd. En wat zie je nou als er heel veel ongelijkheid is? Dan ontstaan er allerlei andere problemen. Zijn mensen ongelukkiger? Hebben meer zorgproblemen, gaan minder goed met elkaar om, voelen zich minder veilig, maar het is ook minder veilig, plegen zelfs vaker zelfmoord. En ik denk dat dat wel, dat reflecteert eigenlijk heel erg over waar we het over hebben. Dit gaat over ongelijkheid. Het gaat over, verdien je wel wat je eigenlijk verdient? Er is ooit een mooi boek geschreven waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers. We kennen hem allemaal, Rutger Bregman.
Supermooie titel. We hebben natuurlijk wel iets geks in de samenleving gecreëerd. Hè, dat we ontzettend... Ik zag op AT5, misschien dwaal ik nu ook een beetje af, maar dat mag als ik zo'n filosofische vraag... Ik zag op AT5 een interview met de rijkste man van Amsterdam, Jip. En de manier waarop hij werd geïnterviewd was een soort van bewondering. Waarvan ik dacht, wat grappig, die man is gewoon alleen maar heel rijk. Maar op de een of andere manier zien we dat dan als een enorm status iets, toch? En tegelijkertijd en dat heel is veel dus mensen... eigenlijk waar jij naar refereert. Als we met z'n allen veilig zijn, en dat betekent dus ook dat het een maatschappelijk vraagstuk is. En niet alleen maar een probleem van de individuen die hier stonden. Het is een maatschappelijk vraagstuk. Als we met z'n allen veilig willen zijn, dan zullen we moeten zorgen dat de ongelijkheid niet toeneemt. En die ongelijkheid zit niet alleen dus bij de mensen die geen banen hebben, maar ook bij de mensen die leven, het gevoel hebben alleen te leven om een vaste lasten te betalen. Dus ik snap de link die jij maakt. Ja. Hier was een vraag. Mijn naam is Jelle Zijlstra. U zei net dat het bedrijfsleven, dat u dat als een bondgenoot wilt zien. Maar moeten we nou niet gewoon eens beginnen met accepteren dat nou juist het bedrijfsleven, en zeker hier in Amsterdam, gewoon de vijand is. Die de stad van binnenuit aan het uithollen en vernietigen is voor hun eigen belang. En dat is gewoon de realiteit. En als je gaat vragen wat iemand die bij de Bijenkorf werkt, nou, dan kom je op 11 euro. Wat zou de CEO van de Bijenkorf verdienen? En waarom is dat eigenlijk zo? En waarom gaan we daarmee akkoord? Ja, dit gebeurt mij al zolang als ik in de politiek zit. En dat zal ook altijd wel zo blijven. Je praat eerst 10 minuten over wat er allemaal slecht is aan het bedrijfsleven. En dan zeg je helemaal aan het eind. Maar soms zullen we ook als bondgenoten. En dan pop, wordt hij eruit gepikt. Want zo heb ik het wel gezegd. We hebben eerst benoemd wie allemaal de grootkapitalisten zijn. Die er een potje van maken. Waarin en dat de lonen omhoog moeten en zo. Maar er zijn ook. En laten nee, maar toch. Er zijn ook werkgevers. Je wordt niet een werkgever omdat je denkt, ik ga mensen toch eens even lekker uitknijpen. Nou, de meeste niet. Nee, het zijn ook gewoon mensen, net zoals hier stonden. Maar het systeem dwingt ook wel af en toe, er zitten perverse prikkels in. Maar ik zie werkgevers die tegen de stroom in wel degelijk willen. Want het levert je trouwens, als je echt slim kijkt, het levert je ook gewoon gezondere, gelukkiger werknemers op en daarmee een beter bedrijfsresultaat. Dus als je het puur bedrijfseconomisch wil bekijken, dan heb je ook gewoon een beter businessmodel. We moeten werkgevers daar alleen beter van overtuigen. En degene die dat wel doen, nou, die wil ik ook wel eens in het zonnetje zetten. En dat zijn dan inderdaad mijn bondgenoten. Oké, we gaan hier... Sorry hoor, meneer. Ik kom er even tussendoor. Een beetje klimmen, maar we komen er wel. Ja, heb ik helemaal niet naartoe gelopen, hou ik hem ook vast. Anders dan... Oh, nou, helemaal goed. Mijn naam is Anneke. Ik had een vraag eigenlijk over die armoedeval, want het ziet er zo ontzettend binair uit. Je komt op een bepaald inkomenspunt en dan opeens vallen er allerlei regelingen weg. Waarom kan die lijn niet gewoon wat geleidelijker? Waarom kun je niet op een deel van een regeling aanspraak maken? Maar is het niet een ja of nee verhaal? Of tenminste, zo komt het in ieder geval voor mij nu heel erg over uit de plaatjes. Nou, een groot probleem bij die armoedeval misschien om toe te voegen is natuurlijk die huurtoeslag die wegvalt, hè? Dat is eigenlijk de huurtoeslag die wegvalt. En eigenlijk als je die lijn misschien wat rechter zou willen maken, is een vraag, kan de gemeente daar niet in een compensatie bieden? Is daar geen optie? Want dat is de grote val die mensen maken, waardoor ze eronder zakken. Ja, huurtoeslag en zorgtoeslag, niet gebonden budget, ga zo maar door. Ik kan dat niet compenseren. We moeten ook meteen gewoon eerlijk zijn. Dat is gewoon een te groot bedrag, heb ik niet. Dan moeten we echt bij het Rijk zijn. Wat ik wel kan, want dat is, je hebt helemaal gelijk. Het is ineens, dat doen we ook met onze eigen armoedevoorzieningen. Stadspas, 120% en daarna houdt het op. En dat was eigenlijk precies wat ik net probeerde te zeggen, maar misschien in wat onduidelijke of bedekte termen, omdat het nog naar buiten moet komen. We willen dus kijken hoe wij inderdaad niet alles meteen laten stoppen. Zodat je een geleidelijker afbouw hebt. En dus in ieder geval op basis van de Amsterdamse voorzieningen niet die knal naar beneden maakt. Want het is natuurlijk heel gek dat als je meer gaat verdienen, dat je minder overhoudt. Ja. Ik ben wel trouwens voor hogere belastingen voor mensen die meer verdienen. Maar... Waarmee u wil zeggen? Nee, maar... Goedenavond, ik ben Henna. Ik zit me zo wat gewoon te bedenken van, kunnen we in plaats van die
vele regelingen waar mensen de weg niet naar kunnen vinden, omdat ze het niet kunnen lezen, niet begrijpen, gewoon bepaalde zaken in de stad goedkoper maken, zoals het openbaar vervoer. Gigantisch duur. Parkeerkosten gaan omhoog. Dan denk ik bij mezelf, hè, misschien heel slim bedacht, van kunnen we met die inkomsten van parkeergeld het openbaar vervoer misschien goedkoper maken, in plaats van de regelingen, stadspas, noem maar op, dat het toegankelijker is. OV-tarief omhoog gegaan weer afgelopen jaar. Ja. Maar we hebben ook tegelijkertijd minder parkeerplekken. Dus dat, nee, maar daarmee levert het ook weer minder op. We hebben gratis OV voor minima-ouderen. Dat is natuurlijk maar een beperkte groep. En we zien dat er nog veel meer groepen zijn. We hebben ook voor jongeren die naar een opleiding gaan en meer dan 3 zones er vandaan wonen, hebben we ook een regeling. Weet je, het probleem is, het is nooit genoeg. En dat realiseer ik me heel goed. He, dus alles voelt inderdaad als een pleister op een wond die soms alleen maar groeit. En hij groeit ook, op de alle cijfers die we laten zien. Maar herkent u het beeld dat voor juist de onderkant van de middenklasse, de mensen die weinig overhouden, op dit moment er geen demper is op de stijgende lasten in de stad? Ja. En dat zijn we ook zijn, politieke keuzes. Met mannenmacht zijn we onze sociale huursector aan het beschermen en zo goed mogelijk aan het vergroten. En dat is echt tegen de stroom in heel erg hard beschermen. Maar er is natuurlijk net een categorie daar net boven. Hè? Dus net boven die 17. Ja, en dan gaat het gewoon ontzettend hard. Ja. En daar is bijna niet tegen aan te vechten. En dat is, ja, ik kan het echt niet anders zeggen. Dat vind ik best wel een vervelende boodschap. Ja, het is een bittere conclusie eigenlijk. Ja, dat is heel frustrerend. Dat is echt een markt. Waar, nou, jij zei het volgens mij net hier ook al, van wie is de stad? Je mag het niet laten gebeuren. En we moeten er ook echt tegenin blijven gaan. En je voelt je soms als een Hansje Brinker met je vinger in de dijk. Ja. Maar je moet wel blijven staan. Ja. Ja. We hebben nog tijd voor 2-3 vragen, dat is fijn. Ik kom naar u toe en er was iemand die ik eerst had beloofd en ik had die meneer ook beloofd. En dan gaan we zo eens afronden. Meneer. Nou, ik heb even de dooddoener. Het blijft natuurlijk een luxe probleem waar we over praten. Ik kijk zelf naar de wereld en dat ik denk, werkende armen. Dus dat wil ik iedereen toch meegeven. Het is wel een soort luxe probleem, maar we hebben hier heel veel geld in dit deel van Europa. En dan denk ik, gaat het dan wat vrijer mee om? Er is te veel toezicht. Er is te veel angst dat er misschien iemand de boel belazert. Er zijn allemaal ambtenaren die dat willen controleren. Dus die regeldrift om het allemaal te beheersen, die moet eigenlijk van tafel. En dan is een ruimhartiger beleid zo van dat geld wat overblijft zo mogelijk. Eigenlijk zegt u, accepteer nou maar gewoon dat er misschien een enkeling een keer, maar dat maakt niet uit, want uiteindelijk zullen niet zoveel mensen dat doen. Ja, ik ben, met het eerste deel van uw vraag ben ik niet eens. Want armoede is altijd relatief en het gaat om de ongelijkheid. En de ongelijkheid is aan het toenemen en dat vind ik een bedreiging van onze samenleving. Maar het tweede deel ben ik het wel heel erg met u eens. En we hebben eigenlijk 2 principes, rechtvaardigheid en rechtmatigheid. En rechtmatigheid heeft het wel heel erg gewonnen van rechtvaardigheid. Dus we zijn vaak voor die paar procent die de boel wil bedotten, zijn we die overgrote meerderheid aan het opjagen. En dat, ja, ik vind dat anders moet. Ja. Dus u wilt ook wel kijken of bijvoorbeeld zo'n BBZ, zo'n armoederegeling versimpeld kan worden? Ja. Maar dit klinkt ook als een dooddoener. Amsterdam heeft wel een andere kleur dan het land. En dat wringt af en toe heel erg. Ja. Mevrouw. We hebben het over de werkende armen. En mensen zeggen van ja, de werkende armen zijn niet te vinden. Nou, er zijn genoeg werkende armen die in de gemeente werken. Dus als de gemeente daar begint, dan is het al geholpen, want ik ben één van ze. Wat mijn beroep mooier maakt, ik ben een werkende arme. Ik werk voor de gemeente en ik ben ook cliënt van de gemeente. Dus ik weet waarover ik praat. En niemand die wat voor mij doet. Wat zei u? Niemand die wat voor mij doet. Ja. Ja, want u komt moeilijk maar rond. Ik kom moeilijk rond. Ja, ja. Ik heb netto €960. Maar ik werk voor de gemeente al 14 jaar. Nee, ja, ik vind, dat volgens mij begon ik daar ook mee. Ik vind dat wij altijd heel erg goed moeten kijken
naar wat we zelf doen. Ik ben wel heel benieuwd naar uw situatie, want toen ik zelf nog gemeenteraadslid was en het voorstel voor living wage indiende, was de reactie destijds: er is niemand die onder 120% zit. Dus ik weet niet in uw geval wat dat dan veroorzaakt. Laten we dat ook niet plenair doen. Laten we dat gewoon buiten deze plenaire bijeenkomst doen. Maar ik vind altijd eerst naar jezelf kijken. Daar ben ik het mee eens. Het geldt ook voor de schuldhulpverlening, waar ik ook verantwoordelijk voor ben. Ook dat is iets waarvan we moeten kijken. Helpen wij onze mensen goed genoeg? Gisteren met de schoonmakers, waarvan we zagen dat 40% van de schoonmakers in Nederland laaggeletterd is. Het verbaast me helemaal niks, want in Amsterdam hebben we ook 150.000 laaggeletterden. We hebben nu wel onze schoonmakers, die we overigens zelf in dienst hebben genomen, ben ik wel trots op dat we dat in Amsterdam hebben gedaan. Omdat ik het heel raar vind dat we dat inhuren. Ik bedoel, het is niet dat we de schoonmaak af en toe hoeven te laten doen. Ik bedoel, dat is gewoon regulier werk. Dus dat moet je ook gewoon in eigen dienst hebben en regulier betalen. Maar daar hebben we nu wel taaltrajecten voor gestart. En dat vind ik heel belangrijk. Ook omdat we weten dat taal ook weer kan helpen om allerlei andere problemen op te lossen. Maar het belangrijkste is, denk ik, dat u misschien nog even contact heeft over deze situatie. Want volgens mij wilt u gewoon hulp daarin en dat dit verhaal duidelijk wordt. Dus dat moeten we dan. Maar dat gaan we zo even doen. Helder. Ja. We horen het graag. Ik had u een vraag beloofd. Mijn naam is Jules. Ik ben de oprichter van de petitie Nachtmetro in Amsterdam. Ik wil graag aan u de vraag stellen dat waarom er is een hele grote economische ongelijkheid, ook zeg maar vergeleken met de buitenstad en de binnenstad. Ik ben ook zelf woonachtig in de buitenstad, maar ik werk nu in de binnenstad. Maar ik word economisch benadeeld omdat ik niet gebruik kan maken van het openbaar vervoer 's nachts. Ik wil graag 's nachts werken, daar verdien je meer mee. Dat geeft meer economische mogelijkheden. Maar het alternatief is de nachtbus. Bijvoorbeeld de nachtbus, ik woon in Zuidoost en ik wil ergens in Oud-West werken, dan ben ik zo 2 uur onderweg. Terwijl dat met de metro kan dat een half uurtje zijn. En, nee, helder. Het economisch nu niet interessant om het zo te doen. Nee, en zo'n nachtmetro zou kunnen helpen. Ik heb gehoord van de GVB had gereageerd dat het te duur is. Maar ik heb ook naar de jaarcijfers van de GVB gekeken, waarin stond dat de kostendekking flink gestegen is sinds het jaar 2000. En ik begrijp dan niet de hele beredenering van waar eerst 30% kostendekking is en nu 88%, maar het geld is bijna op. Ja, dat begrijp ik niet. Nee. Nou, punt is helder, denk ik. Ja, en ik vind ook dat wij moeten zeggen als we iets niet weten. Ik weet het niet. Ik heb echt geen flauw idee. Dan zou ik naar die cijfers moeten kijken. Ik ben geen wethouder openbaar vervoer. Dat is mijn collega Sharon Dijksma, dat weet je. Ontslaat mij niet van de plicht, hoor. Ik bedoel, op het moment dat wij ooit het voorstel in het college voorstellen, dan moet ik het gewoon bekijken. Maar ik weet het gewoon niet. Ik weet wel dat alles wat we extra doen altijd extra geld kost. Ik bedoel, dat is niet zo heel gek. En dat we wel altijd een afweging moeten maken in een beperkte pot met middelen die we hebben. Maar in algemene zin, de stad verandert. Mensen gaan Er zal wonen, zeker een tijd zijn, daar ben ik van overtuigd. Want we zijn gewoon een wereldstad. Dat er een nachtmeter. Zolang als ik in de politiek zit in Amsterdam, weet ik ook dat er een enorm stevig pleidooi is. Heeft ook geloof ik volgens mij wel eens in de Partij van de Arbeid verkiezingsprogramma gestaan. Voor een nachtmetro. Ik zou het ook fantastisch vinden als hij er komt. Oké. Maar het is nou ja, goed. Ik moet ook stoppen met praten, want ik weet het gewoon niet. Het pleidooi is helder. Ja. Hier dan de laatste, allerlaatste vraag naar u. Want ik zag u enorm heen en weer gaan op uw stoel, dus ik dacht... Nou, valt wel mee hoor, valt wel mee. Maar, nou, heel fijn. Ja. ik had een poosje omhoog. Die nou, dingen. Heel goed. Ik wil nog heel even ingaan op ook waar die meneer op inging. Dat is de werkgevers als bondgenoten. Ja, dat is inderdaad natuurlijk niet zo, want ik werk zelf in de zorg. En ik kan je vertellen, maar ook mensen in de schoonmaak en dus ook mensen vaak bij de gemeente, van de werkgever is geen bondgenoot, want ze proberen je aan alle kanten onder te betalen en uit te knijpen en te flexibiliseren.
mobiliseren en noem het allemaal maar op. Dus dat is geen bondgenoot. En willen wij uit de armoede komen, dan zal toch echt dat minimumloon flink omhoog moeten. Ja. En echt naar 15 euro. En dus ook bij de gemeente, zodat ook het eigen personeel lekker in vaste dienst en gewoon het hoofd boven water kan houden. En zeker met een stad die zo gigantisch duur wordt en die dus eigenlijk ook helemaal niet meer van de mensen is. En dus ja, dat moeten we terug bevechten, denk ik. En dat kan u natuurlijk niet alleen oplossen, maar het is wel een oproep. En ik denk dat we daar ook samen allemaal actief in moeten worden. Nou, het belangrijkste wat ik misschien van u meeneem is, we hebben ook gezien, hè, de gemeente is de grootste werkgever van de stad. Die salarissen, dat is wel iets waar de gemeente iets over te zeggen heeft. Moeten die niet gewoon als voorbeeld voor andere werkgevers flink omhoog? Nou, ik vind dus dat er een... Je mag overboden worden, maar in algemene zin. Nou, ik vind het minimumloon moet omhoog, heb ik net gezegd. Ik vind dat wij zelf ook moeten kijken naar onszelf als werkgever. Overigens, net kwam ook het servicecentrum voorbij. Touria Meliani, mijn collega, die daar verantwoordelijk voor is, die heeft er net ook wel voor gezorgd dat in ieder geval een deel van de flexcontracten werd omgezet in vaste contracten. Omdat we dat eigenlijk ook vinden. Als u zegt 20 euro per uur. Het is voor mij super makkelijk om nu te zeggen, ja, dat gaan we doen. Betekent misschien wel dat er heel veel mensen ook weer uit moeten. Het een heeft altijd een effect op het ander. En dat betekent niet dat je dat dan niet moet doen. Maar dat betekent wel dat we dat wel goed met elkaar moeten afwegen. Nogmaals naar u, mevrouw. Ik weet dat er heel veel werkgevers zijn die inderdaad alleen maar aan het kijken zijn, hoe kunnen we zorgen dat we zoveel mogelijk winst maken ten koste van onze eigen werknemers. Dat weet ik. En ik vind ook dat we daarover moeten praten. En ik zal nooit te beroerd zijn om daar schande van te spreken. Ja. Ik zal u nooit wegzetten als een loser. Nee, dat zal ik nooit doen, want dat vind ik ook niet en dat verdient u niet. En dat is, maar het enige wat ik heb willen zeggen, is dat wij hierin, want ik kreeg de vraag van Tim, moeten we ook niet wat vragen aan werkgevers? En mijn antwoord daarop was, ja, we moeten heel veel vragen aan werkgevers. En ik zie ook dat er werkgevers zijn die dat wel degelijk doen. Beginnend bij onszelf, maar ook andere werkgevers erop aanspreken. Ik heb net een taalakkoord gesloten, waarbij ik tegen werkgevers heb gezegd, ik wil dat jullie werknemers veel beter opleiden en let op lage lettertijd. En er zijn toch 50 werkgevers die dat met mij hebben afgesproken. Ja. Dus ze zijn er wel. En ik vind ook dat we die voorhoede van werkgevers ook in het zonnetje moeten laten zetten. Om te laten zien, het kan wel. We hoeven ons er niet bij neer te leggen dat het altijd allemaal slecht is. Want dan kunnen we er ook mee stoppen. We gaan elkaar herhalen. Tot slot, want we gaan afronden. Wat is nou het belangrijkste wat u meeneemt van deze avond dat u naar buiten loopt? Dat u zegt, u heeft er in de zaal gezeten. We hebben allemaal dit probleem gezien. U heeft aangegeven, heel duidelijk, dat het een veelkoppig monster is. Waar soms ook een machteloos gevoel bij overhoudt. Maar wat is nou het belangrijkste waarvan u zegt, daar ga ik mij de komende jaren, daar kunt u mij, daar kunt u mij 's nachts voor wakker bellen. Als ze uw nummer hebben, dat ze dus niet hebben. Maar daarvoor kunt u mij op mij rekenen. Nou, wat ik hoop is dat wij dit misschien, want ik voel het, dit gaat navolging krijgen. Ja, er zijn nog heel veel vragen ook uit de zaal, dus we moeten sowieso door. Ja, nee. En ik heb u net gezegd, van wij zijn nu aan het kijken hoe we kunnen kijken hoe we die armoedeval verzachten. En ik ga niet ontzettend aan overpromise underdeliver doen. Dus ik heb ook al bij aangegeven, ik kan het niet meteen allemaal oplossen. Maar ik wil wel heel graag dat het ook effect heeft. Want het slaat nergens op als wij allerlei dingen gaan doen die vervolgens nergens toe leiden. Dus ik heb eigenlijk een vraag terug. Als wij nu dit met elkaar hebben gedaan en deze vorm van journalistiek, dan vind ik het belangrijk dat we dat niet hierbij houden, maar dat we dat ook vervolg geven. Dus hou mij maar in de gaten, en niet mij, maar gewoon wat we aan het doen zijn als gemeente, of dat ook daadwerkelijk tot iets leidt. Okay. En als dat niet zo is, hoor ik het ook heel graag terug. Want we zijn ook met elkaar, en dat doen we met elkaar, en daarin vind ik ook u de bondgenoot, we zijn met elkaar aan het zoeken hoe we het kunnen keren. We gaan de verkeerde kant op. We zijn nu alleen maar meer ongelijkheid aan het creëren eigenlijk in onze samenleving. En wat ik wil is dat we de andere kant op gaan. Goed. En dat kunnen we alleen maar doen
als wij ons best doen als gemeente, maar als u ons ook scherp. Wat wij gaan doen is in ieder geval iedereen die nog een vraag had, gaan we verzamelen en daar komen we op terug nog bij u. In een later stadium gaan we dat gesprek voortzetten. Want volgens mij is dat inderdaad belangrijk om dat in de gaten te houden en te meten. Voor nu wil ik u, u mag weer daar gaan zitten. Heel hartelijk dank. Geef er een warm applaus. Marjolein Moorman. Voordat u vertrekt, er is nog ontzettend veel te bespreken. We hebben een goede traditie van de derde helft. Ik hoop dat we elkaar daar ook nog treffen. En misschien ook dat de wethouder nog een glaasje meedoet en nog even meepraat. Op 2 juli gaan wij door met een avond over de handhavers in Amsterdam. We hebben veel handhavers gesproken over hun werk, de moeilijkheden daarin. Na de zomer gaan wij door met dit thema ook. Misschien op een net iets andere manier, maar we blijven die ongelijkheid, we blijven die veranderende stad en de mensen die het gevoel hebben dat ze tussen wal en schip vallen, volgen en willen ook heel graag met hun in contact komen. Dus laat het ons vooral weten. Een manier waarop dat gebeurt is, we hebben een kleine enquête en er liggen overal pennen. Misschien kunt u van een buurman lenen. En er staat daar een tafel waar u het kunt inleveren van ons geven. Het zou heel fijn zijn als u ons wilt helpen, want dan kunnen we nog een betere avond maken. Tot slot wil ik graag de mensen bedanken die deze avond mogelijk hebben gemaakt. En ik wil eigenlijk als eerst een heel warm applaus voor 2 mensen die hun ziel en zaligheid aan ons hebben gegeven. Sophia de Hoog en Ladan Terani, kom erbij staan. Ga lekker staan, pas op voor de verf. Ik wil heel graag danken de acteurs Floor Rolf, Sarah van der Vlerk en Lars Brinkman. Ik wil mijn collega's heel erg hartelijk danken, want anders hadden we hier niet gestaan. Manon Straven, Sarah Toxus en Sofia Sari, kom erbij. Daarboven zit techniek, Dana Klaassen, Victor Jas. Geef ze een warm applaus. En tot slot wil ik heel graag naar voren vragen Jelle Zijlstra, die voor ons de tekst en regie heeft gedaan van de avond. Geef hem een warm applaus. Kom erbij. Voor nu bedankt en we zien jullie aan de bar en nog een hele fijne avond. Dank jullie.